Goedenavond iedereen en welkom op deze digitale infosessie voor Werken aan de Ring. We doen vandaag een digitale infosessie over de zone Wemmel. U ziet de timing daar staan, ze staat al een tijdje zo klaar. Dus we beginnen momenteel, eigenlijk na deze korte inleiding, met de algemene inleiding over het programma Werken aan de Ring. Het zal een stukje herhaling zijn, de mensen die ook gisteren hebben gevolgd, onze algemene infosessie, waarbij we eigenlijk het hele projectgebied hebben besproken. Zal een klein beetje een aantal zaken terugkomen, maar uiteraard meer ingezoomd op het projectgebied in de zone Wemmel. En dan zijn er eigenlijk twee wat we noemen gesprekstafels, waar we iets dieper ingaan op een aantal, wat we dan ook weer noemen, deelzones. Dus je ziet u daar ook staan op het kaartje, deelzone 1, Groot Bijgaarde, deelzone 2, Laarbeek-Bos, deelzone 3, Wemmel-Jette en deelzone 4 aan de A12. En dan is het eigenlijk de bedoeling dat u, als u dat wenst natuurlijk, of u bent bijvoorbeeld een inwoner die pakweg heel dicht bij de A12 woont in Meissen, of u bent net een inwoner van Dilbeek in Groot Bijgaarde, dat u een van die twee kan volgen, maar niets belet u uiteraard om de hele toelichting bij ons te blijven om die te volgen. We hebben een aantal korte inleidende slides, misschien wel kort vertellen wie wij zijn. En dus wij zijn de werkvennootschap. Wij zijn een projectvennootschap opgericht door de Vlaamse overheid. Wij zijn een dienst van de Vlaamse overheid, net zoals bijvoorbeeld het agentschap Wegen en Verkeer. Met het verschil dat wij geen wegen in ons beheer hebben, maar dat wij enkel heel grote infrastructuurprojecten hebben toegewezen gekregen. En we proberen die op een integrale en gecoördineerde manier aan te pakken. Om zo eigenlijk mobiliteitsproblemen, die vaak heel groot zijn, om die eigenlijk gebiedsgericht projectmatig aan te pakken, maar ook met een nadruk op participatie en communicatie, om eigenlijk zo tot gedragen projecten te komen die we dan ook kunnen uitvoeren. Vaak ook met een nadruk op quick wins, zo ook hier binnen het programma Werken aan de Ring, waar we een heleboel projecten hebben die we eigenlijk versneld uitvoeren. Denk maar aan de werf van de Genola in Zaventem, die enkele weken geleden is begonnen. Een brug die we vervroegd aanpakken, maar ook een heel wat kilometers aan fietsnelwegen en openbaar vervoerlijnen van onder andere het Brabantnet. We hebben nog een aantal andere projecten buiten Werken aan de Ring rond Brussel, zoals bijvoorbeeld de Noord-Zuidverbinding in Limburg, de R4 West en Oost in de Gentse kanaalzone, een project ook nog in Ronse en de toekomst van het viaduct in Gentbrugge. Dan gaan we nu naar mijn collega Helene, die integraal projectleider is van het programma Werken aan de Ring, die een korte inleiding gaat geven over het programma herinrichting van de Ring en de herinrichting van de R0 Noord. Helene? Ja, dankjewel Marijn en goedenavond aan iedereen die meeluistert. We gaan jullie dus nog een korte inleiding geven vooraleer we in de gesprekstafels duiken, om jullie zo de nodige kapstokken mee te nemen om aan die gesprekstafels te kunnen deelnemen. Misschien heel kort, waar situeren we ons met de herinrichting van de R0 Noord, de algemene kadering daarvan? Het is zo dat de herinrichting van de R0 Noord een deelproject is van het programma Werken aan de Ring. Het programma Werken aan de Ring dat op haar beurt onderdeel uitmaakt en kadert binnen het ruimere Werken aan de Regio. We zien dat we immers zowel geografisch als qua visie ingebed zijn in die ruimere regio van de Vlaamse Rand en Brussel. Geografisch gezien is dat weergegeven op deze slide. In het oranje zien we het projectgebied of het programmagebied van Werken aan de Ring. Met dan om ons heen wel wat initiatieven, geografisch gezien de vervoerregio's. Waartussen we ons bevinden, uiteraard het Brussels hoofdstedelijk gewest aan de binnenzijde van de ring, waar bijvoorbeeld het Good Move plan, mobiliteitsplan, bij ons wordt meegenomen. Het gebiedsgericht programma, het initiatief van departement Omgeving. Dus we zien dat we eigenlijk met het programma Werken aan de Ring ons situeren tussen een pak stakeholders, actoren, die verschillende initiatieven in de regio nemen. En daar willen we dus ook volop in afstemming gaan om samen te werken aan die regio van de Vlaamse Rand en Brussel. Zoals gezegd, geografisch situeren we ons binnen Werken aan de Regio, maar zeker ook qua visie, qua beleid. Twee speerpunten van het programma. Enerzijds de mobiliteit, de bereikbaarheid van de regio. Anderzijds die ruimtelijke aspecten, de ruimtelijke impact van die infrastructuur in de omgeving. Die nemen we mee binnen het programma Werken aan de Ring. Situeert zich dan ook op vlak van
ja, de plannen en het beleid dat gevoerd wordt vanuit Vlaanderen en Brussel. Enerzijds via die regionale mobiliteitsplannen die volop in ontwerp zijn. Het gebiedsprogramma op vlak van ruimte dan voor de rand rond Brussel, dat getrokken wordt door het departement Omgeving. En dan ja, die ambitie om een ambitieuze model shift te bereiken en de auto wat meer in te ruilen voor alternatieve modi. Ja, daar nemen wij volop mee en spelen wij mee op in binnen het programma Werken aan de Ring. En we zien ook dat er een aantal initiatieven worden genomen in de regio om net aan die mobiliteit, die bereikbaarheid en die ruimtelijke aspecten te werken. En ook daar dragen we onze steen bij met het programma. We zullen zo meteen zien dat er een aantal fietssnelwegen vanuit het fietsgen worden meegenomen in het programma. Een aantal hop-in-punten maken ook onderdeel uit van Werken aan de Ring. We werken ook aan hoogwaardige openbare vervoerslijnen. En dan op vlak van ruimte en het ruimtelijke beleid nemen we zoveel mogelijk die visies mee van bijvoorbeeld de Vlaamse Milieumaatschappij op de open waterlopen. Het agentschap Natuur en Bos, die volop bosuitbreidingsinitiatieven neemt. En het initiatief van de Vlaamse Landmaatschappij, die planbegeleidingsgroep. Dus we willen eigenlijk met het programma Werken aan de Ring daar samen met die actoren aan die regio werken, om die regio multimodaal te krijgen, om uiteindelijk te komen tot die model shift, dat ook een mental shift zal vergen. We willen de leefbaarheid gaan versterken in de regio en zeker ook oog hebben voor dat groen-blauw netwerk dat toch ook wel wat aan versterking toe is. En dat vertaalt zich dan één op één door in de doelstellingen van het programma Werken aan de Ring. Welke doelstellingen zijn dat? We vallen misschien wat in herhaling, maar ze zijn zo belangrijk. Eerst en vooral willen we de mobiliteit in en rond de Vlaamse Rand en Brussel gaan verbeteren. We willen het ook leefbaarder maken voor de omwonenden en de werkenden, de mensen die in de regio moeten zijn. We zetten daar volop op in om die leefbaarheid te gaan verhogen. En bovendien, zoals gezegd, willen we de multimodale bereikbaarheid van de omgeving gaan verhogen en zetten we die ook centraal. En het is daarom dat we met het programma Werken aan de Ring dan ook investeren in een heel aantal infrastructuurnetwerken over de verschillende vervoersmodi heen. Hier rechts op de slide weergegeven ziet u het programma geografisch weergegeven met de verschillende initiatieven die we nemen. Gaande van ja, de fietsnelwegen, hier in het oranje-rood weergegeven. Daar een aantal van die fietsnelwegen zijn al in realisatie of zijn zelfs al gerealiseerd. Een heel pak zijn nu ook volop in studie om daar ook snel werk te maken van de mogelijkheden voor de fiets. Bovendien werken we ook aan hop-inpunten. Zo bijvoorbeeld in Assen zijn we gestart met het hop-inpunt, een multimodaal knooppunt eigenlijk om vlot de fiets, het openbare vervoer en de auto met elkaar te verknopen, zodat het mogelijk is om te switchen van vervoersmodus. We werken ook aan openbaar vervoer met het Brabantnet. We werken in het kader van het Brabantnet aan de ringtrambus. Die rijdt al voor een groot stuk. We zijn daar nog volop aan het werken aan ja, vrije busbanen, zodat die ringtrambus nog vlotter het traject kan doen langs heen de ring. Op termijn, en we zijn daar nu volop in studie en verdere voorbereiding van die werken, gaan we ook langsheen de A12 de sneltram aanleggen, zodat we daar toch ook die verbinding richting Brussel creëren. En dan aan de andere zijde van de R0 werken we richting de realisatie van het tracé voor de luchthaventram, dat Brussel-Noord met Brussels Airport zal verbinden. Maar we werken dus ook aan die ringinfrastructuur. En dat is in eerste instantie het geval voor de R0 Noord, waar we het vandaag over hebben. We hebben daar het geïntegreerde planningsproces waar we vandaag dus op inzoomen, waarbij we kijken welke bestemmingswijzigingen we nodig hebben om die R0 Noord te gaan aanpakken en te gaan verbeteren, optimaliseren. Maar we wachten niet enkel op dat geïntegreerd planningsproces en de uitkomst daarvan. Waar mogelijk werken we ook al aan een aantal quick wins. Zoals Marijn ook al had aangegeven, zijn we bijvoorbeeld recent gestart aan het op- en afrittencomplex in Zaventem van de Hector Hennolaan. Want daar zien we dat we eigenlijk niet moeten wachten op bestemmingswijzigingen. Daar kunnen we met een omgevingsvergunningsaanvraag werken om daar die werken uit te voeren en toch ook al vooraf de nodige optimalisaties aan die R0 Noord te kunnen uitvoeren.
Aan de oostzijde van de ring dan een gelijkaardig verhaal. Aan de ring oost werken we ook al volop aan quick wins, die het mogelijk maken om ja, die doelstellingen te gaan verwezenlijken. Dus het multimodale er meer in te krijgen, dat groen-blauwe daar te gaan versterken. Maar recent en volop eigenlijk zijn we daar in opstart van 4 geïntegreerde planningsprocessen, waarbij we de 4 grote knooppunten langsheen het traject van de R0 Oost aanpakken. Gaande we van het Vierarme kruispunt, Leonard kruispunt, het kruispunt Groenendaal en het kruispunt, het knooppunt Jezusdijk. Op termijn zullen we dan ook binnen het programma werken aan de ring West-Zuid aanpakken om daar net diezelfde knelpunten te gaan wegwerken en onze doelstellingen te gaan realiseren. Wat is nu die aanleiding van het programma werken aan de ring? Ja, in eerste instantie moeten we eens inzoomen op die ringinfrastructuur zelf, waarvan we zien dat die toch oud en verouderd is en aan vernieuwing toe. Bovendien zien we ook ja, dat die ringinfrastructuur als weggebruiker complex en vaak onleesbaar in elkaar zit, met veel op- en afrittencomplexen die vaak ook heel kort op elkaar liggen, wat ervoor zorgt dat die ringinfrastructuur toch wel wat onveilig genoemd kan worden. Iets waar we willen op inzetten om weg te werken en die R0 veiliger te maken, zodat we daar ook de doorstroming beter kunnen trekken. Hier rechts ziet jullie bijvoorbeeld een kaart, een heatmap, van de ongevallen die zich voordoen op het traject van de R0 Noord, waaruit duidelijk de nood aan die herinrichting blijkt. Tweede aanleiding is het feit dat we toch wel kunnen stellen dat die R0 heel autogericht is, heel unimodaal ingericht is. Er zijn weinig alternatieven voor de auto, al werken we daar wel volop aan, zoals we hebben toegelicht daarnet binnen het programma Werken aan de Ring. Bovendien zien we toch ook wel dat er wat verkeer is dat eigenlijk op die R0 hoort te zitten, maar toch zijn weg zoekt via het onderliggend wegennet om die opstroppingen, die files te gaan vermijden. Wat natuurlijk de nodige overlast met zich meebrengt voor de omliggende steden en gemeenten. En ja, tot slot zien we dat we bezig zijn in een regio die in volle groei is, die volop blijft groeien, wat ook de nodige mobiliteitsvragen met zich meebrengt. Mobiliteitsvragen waar we met het programma ook een antwoord op willen bieden. En dan tot slot zien we ook dat die ringinfrastructuur toch ook wel een barrière vormt. Er worden heel wat groenzones doorsneden. Er is sprake van versnipperde groenzones die we terug met elkaar willen gaan connecteren, die ecoconnectiviteit willen gaan herstellen, zodat we daar een mooi groen-blauw netwerk kunnen gaan versterken. Maar bovendien zien we ook dat er door die R0 toch ook wel wat woonkernen doorsneden worden, wat het moeilijk maakt om die binnenzijde van de ring en de buitenzijde van de ring te gaan bereiken, die dwarsoversteek te maken. En daar zetten we dus ook op in. We willen die barrièrewerking ook voor de omwonenden en de gebruikers gaan wegwerken, zodat het vlot en veilig oversteken wordt van die R0. Voilà, dat bij wijze van korte inleiding en situering van het programma Werken aan de Ring. Dan geef ik nu graag het woord aan Eva, die jullie kort zal meenemen doorheen de procedure en het proces voor de herinrichting van de R0. Goedenavond iedereen. Dus inderdaad, in functie van de herinrichting van de R0 Noord wordt dus een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, of kort gezegd een GRUP, opgemaakt. Waarom maken we dit plan nu eigenlijk op? Dit plan is nodig als wettelijke basis om de volledige herinrichting van de R0 Noord te kunnen realiseren. In dat plan worden eigenlijk 3 dingen vastgelegd. Een eerste zijn de handelingen die mogen gebeuren in het plangebied. En wat er precies mag gebouwd worden. Die 2 zaken worden dan aangeduid op een grafisch plan. Dat is een kaart waarop dat dan eigenlijk die bestemmingen worden vastgelegd. Daarnaast bevat zo'n ruimtelijk uitvoeringsplan ook stedenbouwkundige voorschriften of regels die zeggen aan die bepalen aan welke regels die handelingen in elke bestemmingszone moeten voldoen. Waar staan we nu in de procedure van het geïntegreerde planningsproces? Dus we zijn formeel gestart in mei 2018. Toen heeft de Vlaamse regering de startnota goedgekeurd. Voorafgaand aan die startnota was al een fase van onderzoek voorafgegaan. En in maart werden dan
verschillende infomarkten en gespreksavonden georganiseerd. De startnota die is ook onderworpen aan een eerste publieke raadpleging en die liep van juni tot juli 2018. Toen zijn er ook een aantal participatiemomenten gebeurd. Na die participatie zijn alle adviezen en opmerkingen die uit die publieke raadpleging kwamen verwerkt in een eerste scopingnota die dan door het planteam op 30 juni 2019 werd goedgekeurd. Zoals jullie zien op deze figuur was de fase tot scoping voor het planteam een divergerende fase. In de volgende dia kom ik daar nog verder op terug, want we hebben eigenlijk een aantal oplossingsmogelijkheden voor de R0 Noord uitgebreid. Het afronden dan van die eerste scopingsnota, dat betekende het begin van een loop van tal van onderzoeken. En al deze onderzoeken werden dan verwerkt in een tweede scopingnota, die sinds vorige week tot en met 23 juli opnieuw voorgelegd wordt voor het publiek. Dit betekent dan ook weer de start van een tweede loop van onderzoeken. En de verwerking van de opmerkingen en adviezen uit deze publieke raadpleging zal dan gebeuren in een scopingnota 3. Uiteindelijk zullen dan alle elementen uit de scopingnota 3 en alle onderzoeken leiden tot het vastleggen van een voorkeursalternatief. En dat voorkeursalternatief zal leiden tot een voorontwerpgroep. Het voorontwerpgroep zal dan in een plenaire vergadering met de bestuurlijke actoren besproken worden. En daarna zal het ontwerpgroep overgemaakt worden aan de Vlaamse regering. Wanneer de Vlaamse regering dan zijn goedkeuring hierover zal geven, wordt de ruime bevolking opnieuw bevraagd tijdens een openbaar onderzoek. En tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen dan weer reageren op het plan. De verwerking van die resultaten van het openbaar onderzoek leiden dan tot het definitieve RUP, dat dan opnieuw ter goedkeuring zal voorgelegd worden aan de Vlaamse regering. Na deze lange uitleg over die procedure zal ik kort even ingaan hoe de scope van het onderzoek ondertussen gewijzigd is doorheen het proces. Dus bij aanvang van het proces was er sprake van één alternatief voor de herinrichting van de R0 Noord, het zogenaamde parallel alternatief. Uit die eerste publieke raadpleging bleek dat er heel wat vragen waren met betrekking tot dit alternatief, dus zijn we dit opnieuw gaan bestuderen. Dus we zien hier ook aan die figuur dat er dat de trechter open gaat, wat betekent dat we eigenlijk de oplossingsmogelijkheden uitgebreid hebben en uiteindelijk zijn we gekomen tot 3 oplossingsmogelijkheden en 7 alternatieven en samen met een aantal varianten werd dat uitgewerkt en beschreven in scopingnota 1. Na een eerste loop van onderzoeken werden die oplossingsmogelijkheden opnieuw geëvalueerd ten opzichte van de plandoelstellingen en een aantal van hier konden opnieuw geschrapt worden. In de tweede loop van onderzoeken die vandaag dus voorgesteld worden, en waarin dat we zeggen dat we verder gaan met 3 alternatieven en een aantal varianten, zal het onderzoek uiteindelijk moeten leiden tot 1 voorkeursalternatief voor de herinrichting van de R0. Als we nu gaan kijken welke documenten er concreet voor liggen tijdens de publieke raadpleging, dan hebben we een eerste document, de scopingnota 2 met 16 bijlagen. De scopingnota zelf omvat de inhoud van het plan. Hierin worden de plandoelstellingen, het planvoornemen en alternatieven omschreven. Daarnaast krijg je daar ook een beschrijving van de feitelijke en juridische toestand en worden de onderzoeken die zullen gebeuren vastgelegd en hierin wordt ook gezegd hoe die onderzoeken verlopen. Vermits er eigenlijk in de eerste loop al een tal van onderzoeken gebeurd zijn, kunnen jullie de resultaten daarvan ook terugvinden in de bijlagen. En dat gaat bijvoorbeeld over de resultaten van de milieubeoordeling van het MKBA, het ontwerpend onderzoek. Naast die scopingnota vinden jullie ook de procesnota terug. Hierin worden de inhoudelijke elementen met
met betrekking tot het proces besproken. Daarin kunnen jullie bijvoorbeeld het verslag van de participatiemomenten en de verwerking van de inspraakreacties uit de eerste publieke raadpleging terugvinden. Naast het geïntegreerde planningsproces wil ik ook naar het verdere proces van herinrichting van de R0 Noord even duiden. Dus het planningsproces zelf zal afgerond zijn in 2023. En daarna volgt nog de omgevingsvergunningsaanvraag, waarbij opnieuw een milieubeoordeling op projectniveau zal gebeuren. En dan is het de bedoeling om in 2025 naar uitvoering te gaan. Zoals Helene ook al gezegd heeft, zijn er vandaag en ook in de nabije toekomst eigenlijk al werken begonnen aan de R0 Noord. En dit zijn werken waarvoor geen bestemmingswijzing nodig is. Nu wil ik even wat dieper ingaan op de inhoud van de scopingnota. Dus op de volgende figuur zien jullie het plangebied. Het gaat om een zone langs weerszijden van de R0, vanaf het knooppunt E40 Groot Bijgaarden tot het knooppunt E40 Sint-Stevens-Woluwe. Zoals in het begin van de presentatie aangegeven, is de R0 een onveilige, verouderde infrastructuur en vormt een barrière voor mens en dier. Voor die knelpunten willen we een oplossing bieden door de R0 Noord volledig herin te richten. Vanuit die gedetecteerde knelpunten werden 2 algemene en 4 concrete plandoelstellingen geformuleerd. Ik begin even met de 4 concrete. 2 daarvan hebben te maken met mobiliteit en waarbij er dus ingezet wordt op de verkeersveiligheid om een betere doorstroming te krijgen op de ringinfrastructuur. En daarnaast willen we met ons plan ook de multimodale bereikbaarheid van de regio verhogen. De 2 andere plandoelstellingen die hebben te maken met het verhogen van de leefbaarheid. En daarbij willen we de infrastructuur landschappelijk inpassen en de leefbaarheid rond de ring verhogen door onder andere het sluipverkeer in de kernen te verminderen en ook de barrièrewerking van de ring te verminderen. De 2 algemene plandoelstellingen die hebben te maken met de ondersteuning van het ruimtelijk beleid op Vlaams niveau en het streven naar een maatschappelijke verantwoorde kosten-batenverhouding. De geformuleerde plandoelstellingen die worden dan gelinkt aan de verschillende aanwezige netwerken in de omgeving van de R0. Zo wordt in functie van het mobiliteitsnetwerk ingespeeld op de verschillende modi, waaronder auto, fiets, openbaar vervoer en multimodaliteit. Naast het mobiliteitsnetwerk is ook het leefbaarheidsnetwerk heel belangrijk. Hierbij wordt gekeken naar de verschillende functies in de nabijheid van de R0, zoals wonen, recreatie, werken, maar ook het groene, blauwe netwerk. Dus dit heeft zijn doorvertaling in te garanderen netwerken en dit voor de verschillende te onderzoeken alternatieven en varianten. Voordat we dieper ingaan op de alternatieven voor de herinrichting van de R0 Noord, is het belangrijk om even een beetje uitleg te geven over de schematische weergave die gebruikt wordt in deze presentatie en ook in de scopingnota 2. Dus in de bovenste figuur zien jullie een weergave van de bestaande toestand van R0 Noord en in de onderste figuur zien jullie een schematische voorstelling in een lijnschema. Wat zien jullie daarop? Een eerste zijn de verkeerswisselaars. Eentje ter hoogte van de E40 richting Gent. Dan de A12, de E19. En een laatste is de verkeerswisselaar E40 richting Leuven. Op de lijn zien jullie ook zwarte bollen. Die stellen de op- en afrittencomplexen voor op het tracé. En daarnaast zien jullie ook nog lijnen parallel met de R0, dat zijn de aanwezige parallelstructuren. Zoals ik daarnet uitgelegd heb, werken we bij de vertaling van de plandoelstellingen met te garanderen netwerken in alle alternatieven en varianten. Ik geef graag nog even een overzicht van deze te garanderen verbindingen en laat ons hier beginnen met dat van het fietsnetwerk.
Dus in functie van het fietsnetwerk worden een tal van verbindingen voorzien over en onder de R0. Hierbij wordt ook een ringfietspad onderzocht langs heen de R0. Die fietsverbindingen die worden voorzien als fietssnelweg of behoren tot het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk. Heel wat van die fietsverbindingen zijn reeds aangelegd of zullen in de toekomst aangelegd worden. Daarnaast wordt in functie van het openbaar vervoer eveneens te garanderen verbindingen voorzien. Dit zijn zowel bestaande langse en dwarse verbindingen als ook nieuwe verbindingen zoals deze van het Brabantnet, zoals de sneltram, ringtrambus en luchthaventram. Daarnaast zijn er ook in functie van het groen-blauwe netwerk heel wat ecologische verbindingen die gerealiseerd zullen worden over of onder de R0. Ook langs heen de R0 wordt aandacht besteed aan nieuwe ecologische verbindingen. En de belangrijkste dwarsverbindingen zijn deze ter hoogte van het Laarbeekbos, de Tangebeekvallei en de Woluwevallei. Dan geef ik nu graag terug het woord aan Helene, die verder zal ingaan op de alternatieven. Dank je wel, Eva. Het is inderdaad zo dat die te garanderen netwerken en verbindingen, dat we die doorvertalen in elk van de ontwerpen van de alternatieven, zoals we ze verder meenemen in het geïntegreerde planningsproces. Maar vooraleer we in die alternatieven die we nog meenemen duiken, toch graag even een terugblik. We zijn, zoals Eva had toegelicht, vertrokken van een aantal oplossingsrichtingen in scoping nota 1. Drie oplossingsrichtingen met in totaal dan 7 alternatieven en een aantal varianten. Op die alternatieven en varianten zijn we dan een heel aantal onderzoeken gestart. En die resultaten van die onderzoeken hebben dan de nodige input geleverd om eigenlijk een tussentijdse beoordeling te gaan doen in het licht van onze plandoelstellingen. En die tussentijdse beoordeling, daar hebben we al een aantal conclusies uit kunnen trekken. In eerste instantie gaat dat om de alternatieven waarvan we zagen dat die toch niet voldeden aan onze plandoelstellingen. Dus we zagen bijvoorbeeld voor die alternatieven binnen de lateraalgroep dat daar toch zware knelpunten zich voordeden die we niet geremedieerd krijgen en die er eigenlijk aan in de weg stonden dat we onze plandoelstellingen gerealiseerd konden krijgen. Misschien nog korter herhaling ter duiding. Die lateraalgroep ging eigenlijk uit van een fysieke scheiding tussen het doorgaand en het lokaal verkeer door slechts aan één zijde van de ring, binnenzijde of buitenzijde, een lokale ringwegstructuur aan te leggen voor het lokale verkeer. En dat verkeer zou dan in beide richtingen op die lokale ringweg kunnen rijden. Maar we zagen dus dat daar zich zware knelpunten voordeden, zowel ruimtelijk als op vlak van mobiliteit, waardoor we hebben moeten vaststellen dat we die niet verder konden weerhouden in het geïntegreerd planningsproces. We zagen wel dat wat betreft de lightgroep en de parallelgroep er telkens wel één alternatief was waar we mee verder konden en waarmee we onze plandoelstellingen zouden kunnen realiseren. We hebben daar ook vanuit die onderzoeken en vanuit die tussentijdse beoordeling dat is gebeurd, die alternatieven richting de loop 2, richting die volgende fase dat we nu ingaan van het GPP, gaan optimaliseren. We hebben ook vanuit het planmerk gekeken of dat er al preventieve maatregelen konden worden meegenomen om mogelijke negatieve effecten te gaan milderen. En dat heeft dan geleid tot 3 alternatieven. Enerzijds alternatief 1, eenvoudig genoemd, dat gebaseerd is op dat light-systeem vanuit het eerdere traject. Alternatief 2, gebaseerd op het parallel systeem uit het eerdere traject. En dan zagen we ook vanuit die tussentijdse beoordeling en de resultaten van de verschillende onderzoeken dat er misschien wel iets te zeggen valt voor een combinatie van alternatief 1 en 2 afhankelijk van de zone waar we ons bevinden. Dus we zijn dat ook gaan uitwerken in de scoping nota 2, zodat we dat konden meenemen in die onderzoeken om ook die beoordeling daar richting voorkeursalternatief te doen in welke mate dat zo'n combinatie van de alternatieven zou kunnen voldoen aan onze plandoelstellingen. Misschien nog eens dieper inzoomen op die verschillende alternatieven, want het zegt misschien niet zoveel light, parallel, wat is dat nu eigenlijk allemaal? Alternatief 1 gaat eigenlijk uit zoveel mogelijk van een optimalisatie van de bestaande toestand, zoals de R0 er op vandaag ligt.
In die zin dat we in tegenstelling tot alternatief 2 niet uitgaan van een harde fysieke scheiding tussen het doorgaande en lokale verkeer. We werken met één doorgaand ringwegsysteem dat eigenlijk een gemengd type ringsysteem zal zijn. Wel is het nuttig om hierbij te noteren dat er wel nog wat rangeerstructuren ook in alternatief 1 zitten, een parallelle rijbanen langs weerszijden van de ring. Dat is bijvoorbeeld het geval in de zone ter hoogte van Zellik, zoals dat op vandaag ook al het geval is. Ook zo in de zone Zaventem tussen de A201, de Leopold 3-laan, de knoop richting de luchthaven en de Hector Henault-laan, waar we dus recent zijn gestart. Misschien ook al meegeven ter achtergrond. Jullie zullen zien doorheen de drie alternatieven dat die zone Vilvoorde altijd ongewijzigd blijft. Heeft onder andere te maken met de aanwezigheid van het viaduct van Vilvoorde, waardoor het technisch moeilijk haalbaar was om daar een fysieke scheiding te gaan voorzien, zoals in het parallel alternatief. Vandaar dat we daar telkens enkel werken met die doorgaande ringstructuur. Alternatief 2 dan. Daar werken we wel met die harde scheiding tussen doorgaand en lokaal verkeer. We introduceren daar stedelijke ringwegstructuren langs weerszijden van de ring, binnenzijde en buitenzijde van de ring, om daar dat lokale verkeer, eerder lokale verkeer, op af te wikkelen. We sluiten de op- en afrittencomplexen dan ook aan op die parallelwegstructuur. En er kan uitgewisseld worden met, op de verkeerswisselaars met de toekomende snelwegen, de radiale snelwegen van de E40, A12, E19 en de E40 aan de andere kant van de ring. Alternatief 3 dan vormt, zoals gezegd, een combinatie van de twee alternatieven. In zone Wemmel gaan we daaruit van het alternatief 1, hè, dus waar we niet werken met die harde scheiding tussen doorgaand en lokaal verkeer. Zoals gezegd, uitgezonderd met dan die rangeerstructuur die zich wel in de zone Zellik ook bevindt. Gaan we dan naar zone Zaventem, dan gaan we daar onderzoeken van wat het zou geven als we daar dan wel die parallelstructuur en die stedelijke ringweg introduceren. Dus we gaan kijken wat daar uit onderzoeken komt om dan na te gaan of dat potentieel biedt voor ons voorkeursalternatief. Dat wat betreft de alternatieven, maar we onderzoeken ook nog steeds een aantal varianten. Maar dus zoals gezegd, ook daar zijn we een tussentijdse beoordeling gaan doen op vlak van de varianten. En we hebben daar gezien dat wat betreft de variant van de rijstrook minder, een variant waarbij we eigenlijk zijn gaan onderzoeken wat zouden de effecten zijn als we op die doorgaande ringweg een rijstrook zouden supprimeren of anders zouden gaan invullen. En we hebben daar ook vastgesteld dat er toch wel zware knelpunten zich voordeden die we niet geremedieerd kregen en die toch ook in de weg stonden van de realisatie van onze plandoelstellingen. Ik denk het voornaamste negatieve effect dat we daar zagen is het feit dat het verkeer dat op die R0 hoort te zitten er niet allemaal meer opgeraakt. Terug naar dat onderliggende wegennet, naar de wegen doorheen de dorpen en de steden langs hindering wordt geduwd. Sluipverkeer dus genereert met alle overlast van dien. Dus daardoor was er een zwaar knelpunt in het licht van onze plandoelstellingen. Wat we wel verder onderzoeken in loop 2 zijn verschillende types van verkeerswisselaars. Daar komen we zo meteen nog op terug. We kijken ook of we, vooral dan in de zone Wemmel en uitsluitend in de zone Wemmel eigenlijk, kunnen werken aan de diepteligging van de R0, het lengteprofiel, of we dat kunnen gaan optimaliseren. En we onderzoeken ook een variant waarbij we de maximumsnelheid van 100 km per uur op vandaag op die doorgaande ringweg naar 70 km per uur, wat daar de effecten van zouden zijn. Kort, bij wijze van kapstok voor de gesprekstafels straks, eens inzoomen op die verschillende varianten. Hè. Want in de zone Wemmel hebben we wel een heel aantal varianten in het onderzoek zitten. Eerst en vooral op vlak van die verkeerswisselaars. En jullie zullen zien dat in het onderzoek van nu ook loop 2 in het geïntegreerd planningsproces er verschillende vormgevingen van verkeerswisselaars in zitten, maar die telkens asymmetrisch zijn. Asymmetrisch in die zin dat binnenzijde van de ring en buitenzijde van de ring bij die verkeerswisselaars, die knooppunten van de toekomende snelwegen met de R0, dat die niet identiek hetzelfde zijn langs weerszijde van de ring. Heeft te maken met de visie vanuit Vlaanderen en ook vanuit Brussel om die radiale, die toekomende snelwegen te verknopen op de R0, maar niet door te trekken langs binnenzijde van de ring,
Daar is het idee om te werken met de stadsboulevards en dus daar een andere typologie van weg te ontwerpen. Kijken we dan eens dieper op die verschillende vormgevingen van de verkeerswisselaars, dan zien we dat we in beide alternatieven nagaan wat het zou geven als we werken met een zogenaamde vier-vierde verkeerswisselaar. Vier-vierde in die zin dat we zowel langs buitenzijde van de ring als langs binnenzijde van de ring met verbindingsbogen op die R0 Noord aantakken. Maar we bekijken ook een downgrade van die verkeerswisselaars, waarbij we wel die radiale snelwegen aantakken via verbindingsbogen op de R0. Maar als we dan kijken naar die stedelijke uitvalswegen, die stadsboulevards, bekijken we of we die op de R0 kunnen aantakken via een compacter aansluitingscomplex. Dus niet meer met die verbindingsbogen, maar echt met die compactere aansluitingscomplexen. Zoals we ze ook op vandaag zien bij de op- en afrittencomplexen. Dat geldt voor alternatief 1, geldt ook voor alternatief 2. Met dat verschil dat we bij alternatief 2, wat betreft de vier-vierde knoop, twee mogelijke variaties onderzoeken. Een eerste variatie is diegene waarbij we de stedelijke uitvalswegen met verbindingsbogen aantakken op die R0 Noord, zowel op de doorgaande ringweg als op die stedelijke ringweg, die parallelstructuur zoals ze in alternatief 2 zit. Maar dan introduceren we ook de zogenaamde G2A-accent. Dat is eigenlijk waarbij we ook uitgaan van die verbindingsbogen langs binnenzijde van de ring, maar we takken die stedelijke uitvalswegen enkel aan op die stedelijke ringweg, op die parallelstructuur en dus niet op die doorgaande ringweg. Net zoals dat we daar de op- en afrittencomplexen ook enkel op die stedelijke structuur, die stedelijke ringweg, zullen aantakken. En dus ook in alternatief 2 onderzoeken we of dat we die stedelijke uitvalswegen met een aansluitingscomplex op de R0 kunnen aantakken op de stedelijke ringweg dan. Hier een voorbeeld, maar ik ga er niet lang bij stilstaan, want het zal wel naar boven komen tijdens de gesprekstafels. Laten we eens even kijken naar het lengteprofiel, om jullie daar al wat achtergrond mee te geven richting die gesprekstafels. Dus we bekijken ook binnen de zone Wemmel en meer specifiek in de deelzones van Laarbeek-Bos en Wemmel-Jette, of we daar een optimalisatie kunnen doorvoeren van het zogenaamde lengteprofiel van de R0. We bekijken eigenlijk of we die diepteligging van de R0 kunnen gaan optimaliseren, omdat we nu toch zien dat er in de bestaande toestand sprake is van een zekere hellingsgraad in die zones, wat ook de nodige effecten heeft qua vertragingen en dergelijke meer. Bovendien zien we dat een aanpassing van het lengteprofiel, een optimalisatie van het lengteprofiel, ook wel mogelijkheden biedt naar die dwarse verbindingen, zeker op vlak van het versterken van dat groen-blauwe netwerk. Vandaar dat we daar ook een aantal variaties in onderzoeken. We zoomen er tijdens de gesprekstafels dieper op in. En dan de snelheid. Daar onderzoeken we dus, zoals gezegd, de effecten van mochten we die doorgaande ringweg naar 70 km per uur in plaats van 100 km per uur brengen. Hierbij wil ik ook alvast meegeven dat dat dus enkel slaat op die doorgaande ringweginfrastructuur. Wat betreft die stedelijke ringweg, die parallelrijbanen die in alternatief 2 zitten, daar gaan we altijd uit over dat alternatief en de variant heen van 70 km per uur op die parallelrijbanen. Die alternatieven en varianten ook steeds af aan het zogenaamde doorkijkscenario. Het doorkijkscenario houdt eigenlijk het scenario in waar we ervan uitgaan dat die ambitieuze model shift is gerealiseerd. Die ambitieuze model shift dat eigenlijk inhoudt dat we een verdeling van de vervoerstromen over de modis heen terugbrengen tot 50% autoverkeer en 50% fiets- en openbaar vervoer. Dus we toetsen steeds af of onze alternatieven en varianten daar geen gekke dingen doen van zodra dat die ambitieuze model shift is gerealiseerd. We bekijken bijvoorbeeld of we geen overdimensionering in onze ontwerpen aan het doorvoeren zijn en of er geen nieuwe knelpunten ontstaan die we zonder dat doorkijkscenario, zonder die AMS niet zouden gezien hebben. Ten opzichte van
het eerder gevoerde traject en het voor het verdere verloop van het geïntegreerd planningsproces introduceren we ook een aantal wat we noemen aanvullende planelementen. In eerste instantie zijn we gaan kijken richting loop 2 in scoping nota 2 of we een aantal elementen kunnen aanbrengen op onze plannen die het groen-blauwe netwerk zouden gaan versterken. En dat is hier weergegeven op de kaart met die groene harsering. Maar we kijken niet alleen naar dat eerder groen-blauwe netwerk. We kijken ook of er potenties zijn, of er opportuniteiten zijn om die agrarische structuur in de omgeving te gaan versterken, om die landbouwruimtes te gaan versterken langsheen de RNO Noord. Bovendien denken we ook al na over de uitvoeringsfase, over de schub in de grond. En we nemen ook mee in het onderzoek van loop 2 van het GPP, waar er mogelijkheden zijn om werfzones te gaan situeren. Daarvoor zijn we gaan afstemmen met de lokale besturen of dat de zones die wij hadden geïdentificeerd of dat die mogelijkerwijze konden mee worden genomen als werfzone. Bovendien zijn we ook multimodaal in de werfinrichting. Dus we zijn ook gaan kijken langs heen het kanaal of we daar konden werken met overslagzones, zodat langsheen het kanaal of via het kanaal ook materiaal voor de werkaandring kan worden aangeleverd. Belangrijk om hierbij mee te nemen is dat dit zeker niet finaal is. Het is een levend document waar dat die werfzones precies zullen gaan liggen. Maar we willen vooral zicht krijgen op de effecten ook van die werfzones. Hè. En daarom nemen we dat ook al mee in de onderzoeken in het verdere verloop van het GPP. Voilà, en dat brengt ons op projectgebied nog eens. Hè. Zoals gezegd, vandaag zoomen we in op zone Wemmel. Zone Wemmel met toch heel wat te bespreken aan de gesprekstafel straks. We hebben daar toch wel wat varianten op de ontwerptafel liggen. Enerzijds op vlak van de verkeerswisselaars, want we bevinden ons bij de zone Wemmel zowel in Groot-Bijgaarde met de verkeerswisselaar van de E40 als aan de A12, de verkeerswisselaar A12. Met een aantal varianten. Bovendien is er ook sprake van dat lengteprofiel en de variaties in het lengteprofiel ter hoogte van de deelzone Laarbeek-Bos en de deelzone Wemmel-Jette. We nemen jullie straks graag mee aan de gesprekstafels om al die varianten wat meer te gaan duiden. En dan zie je hier nog eens weergegeven alle potenties die er zijn, alle opportuniteiten en zelfs noden die er zijn. Die knelpunten die geleid hebben tot onze plandoelstellingen. In de zone Wemmel is dat bijvoorbeeld ja, toch dat aspect van het feit dat die RNO Noord op vandaag complex in elkaar zit, verouderd is en toch wel moet geoptimaliseerd worden ook richting het verkeersveiliger maken van die infrastructuur. We zien ook dat er een aantal woonkernen echt worden doorsneden door die RNO in de zone Wemmel. Plus er zijn ook zeker een aantal potenties voor de versterking van het groen-blauwe netwerk. Jullie zullen dat ook allemaal straks zien terugkomen in de ontwerpen. Voilà, dat wat betreft de korte inleiding. Vooraleer we nog eens even 5 minuten pauze nemen, denk ik, geef ik graag toch nog het woord aan Eva. Die zal jullie toelichten hoe jullie jullie mening kunnen geven binnen deze publieke raadpleging. Dus de publieke raadpleging over deze scopingnota loopt van 25 mei tot en met 23 juli. En tijdens deze periode ligt die scopingnota ter inzage en kan iedereen schriftelijk reageren. Tijdens deze periode wordt er ook advies gevraagd aan de bestuurlijke actoren. Na de publieke raadpleging worden alle adviezen, opmerkingen, bezwaren gebundeld en verwerkt door het planteam. En die zullen dan in een volgende stap resulteren in een scopingnota 3, die dan verder zal leiden tot het voorontwerp van het GRUP. Waar kan je nu die documenten inkijken? Al de documenten die staan op de website van de Vlaamse overheid en op de website van de Werken aan de Ring. Ook kan je de documenten inkijken bij de gemeenten in Vlaanderen, maar omwille van coronamaatregelen zal je daar een afspraak voor moeten maken. Hoe kan je nu een inspraakreactie indienen? Die moet sowieso schriftelijk ingediend worden en dat kan
via het digitaal invulformulier op de website van de Vlaamse overheid of door een brief te sturen naar het departement omgeving. Daarnaast kan je ook een brief tegen ontvangstbewijs afgeven bij de betrokken Vlaamse gemeenten. En dit ook enkel op afspraak omwille van coronamaatregelen. Zo, dit was de inleiding. Voilà, welkom terug allemaal. Bedankt om eventjes te wachten. We gaan meteen verder met de eerste twee deelzones. De deelzone Groot Bijgaarde, de deelzone Laarbeek-Bos. En daarvoor geef ik graag het woord aan Frank van Ulle. Frank? Dank u wel, Marijn. Aansluitend op wat Eva en Velen al hebben toegelicht, ik kort voordat we ingaan op die twee deelzones, nog even van de zone Wemmel kort aanraken, waarin dat die de te garanderen verbindingen, zoals daarnet al even aangegeven, ook ruimtelijk ingepast zijn in de verschillende kaartbeelden. Wat betreft de ontsluiting van het autonetwerk, ziet u hier op welke manier, principieel dan weliswaar, de verschillende bedieningsgebieden van die verschillende aansluitingscomplexen georganiseerd zijn. Zo meteen ga ik ingaan op de zone Zelk die ontsloten wordt door aansluitingscomplex 10 en dan aansluitingscomplex 21. En gaat Melissa daarna in de deelzone 3 en 4 verder ingaan op de aansluitingscomplexen 9 en parking C7A. Het gaat niet alleen over auto's, dat is er net ook al duidelijk geworden. We bekijken ook de openbaar vervoernetwerk en het eventuele fietsnetwerken. Hier ziet u zowel de netwerken van de lijn als die van de MIVB. En op welke manier dat die zo goed mogelijk op elkaar kunnen aansluiten. En ook op welke manier dat we moeten omgaan met de verschillende assen waarop dat die lijnen gesitueerd zijn om die doorstroming van dat openbaar vervoer zo goed mogelijk te faciliteren. De lijnen van de ringtrambus en de sneltram zijn ook hierop aangeduid van het Brabantnet, dat dus complementair is aan projecten van Movero, complementair zijn aan de lijnvoering van de lijn in de MIVB. Dan zou ik graag nog kort even ingaan op de fietsroutenetwerken. Ook daarvan is er net een meer schematische voorstelling getoond. Belangrijk hierbij is dat we niet alleen de radiale verkeers- en fietsnelwegen en bovenlokale functionele fietsroutes proberen zo goed mogelijk te faciliteren. Dus dat de dwarsing over of onder de ring zo goed mogelijk kan verlopen met zo comfortabel mogelijke fietsinfrastructuur. Maar dat ook de langste verbindingen in de vorm van het ringfietspad mee onderdeel wordt van de realisatie van de herinrichting van de ring, waarover straks meer. Ten slotte hebben we nog de groen-blauwe netwerken, dus die gesymboliseerd door de ecologische connectiviteitskaart, waarin dat we dus in verschillende kleuren groen meer de grazige en de bosachtige gebieden zien. En ook de verschillende soorten van ecoverbindingen, zowel langsheen als dwars op de ring, worden voorgesteld. Dat zijn wenselijke verbindingen, verbindingen die vaak nu niet bestaan, maar die we dus wel proberen te realiseren. Of niet proberen, maar eigenlijk ook ontwerpen om gerealiseerd te worden tijdens die heraanleg van de ring. Belangrijke aandachtspunten zijn hierbij de dikke pijlen, zal ik maar zeggen. Dus de link, de groenpool rond het Laarbeekbos en dan de groenpool rond de plantentuin van Meissen en verbinding met Laken langs in de A12.
Dan zou ik nu graag ingaan op de deelzone 1, dus deelzone Groot Bijgaarde. Daar situeert zich de verkeerswisselaar van de E40 komende van Gent richting Ring. En daar zien we dat er in elke in elk deelgebied zien we duidelijke knelpunten en, die we eigenlijk opdrachten om te vormen tot bepaalde uitdagingen en ook kansen om eigenlijk het gebied kwalitatiever te maken conform de verschillende plandoelstellingen die daarnet toegelicht zijn. Een van die knelpunten of uitdagingen is in dit geval bijvoorbeeld het vele sluipverkeer doorheen het centrum van Zelk, waar we toch een aantal ingrepen voor willen voorstellen. Maar knelpunten die situeren zich niet louter op het vlak van de verkeersinfrastructuur. Het zijn ook bepaalde knelpunten op het vlak van de ecologische netwerk of op vlak van leefbaarheid die extra aandacht vereisen. En zo zijn er bijvoorbeeld de inkokering van de Maalbeek een huidig probleem in de ecoconnectiviteit, maar ook de ruimtelijke barrière van de ring op de Brusselse steenweg is een belangrijk aandachtspunt voor het verdere project. Die kansen en uitdagingen die we detecteren, die resulteren samen met die plandoelstellingen eigenlijk in verschillende ontwerpuitgangspunten. Dat eigenlijk die samen de visie bepalen voor elk deelgebied. Het zijn er te veel om op te noemen. Ik denk dat we misschien een paar specifieke daar kunnen uithalen. Ik had het net over het sluipverkeer in Zelk. Wel, de specifieke ingreep van die paarse lijn, dat is wat we de cargo-route noemen, die ervoor zorgt dat bedrijventerreinen rondom de verkeerswisselaar op een rechtstreekse manier gekoppeld worden aan het aansluitingscomplex 21 en die samen met ingrepen op het onderliggend wegennet ervoor zorgen dat er eigenlijk geen vrachtverkeer, geen sluipverkeer meer komt door die woonkern van Zelk. Andere ontwerpuitgangspunten die we willen meenemen is onder andere het versterken van het groen-blauwe netwerk door onder andere de beekvallei van de Haverbeek te kunnen openen. En dat zijn natuurlijk ingrepen die alleen maar mogelijk zijn dankzij die herinrichting van die knoop en dankzij de herinrichting van de R0. De herinrichting van die knoop, om daar dan even op in te gaan, het is er net al aangegeven. In deze tweede loop zijn er drie alternatieven. Voor de uitwerking van de verkeerswisselaars zijn er steeds een vijftal varianten, knoopvarianten, zoals dat we ze noemen. Die allemaal andere eigenschappen hebben en ook een andere ruimtelijke impact hebben. En vandaar, dat zijn afwegingen die in deze loop moeten gemaakt worden om zo eigenlijk tot een voorkeursalternatief te kunnen komen. Ik zal even inzoomen op die eerste, die linkse, dus het alternatief 1a. Hoe dat die werking in elkaar zit. Dus het is daarnet al even aangegeven. We hebben eigenlijk een soort van asymmetrische verkeersstructuur. We hebben Europese hoofdwegen zoals de E40 die dan aansluiten op de ring. Dat zijn eigenlijk de blauwe lijnen op het schema linksboven. En dan heb je de stedelijke uitvalswegen zoals het verlengde van de Keizer Karellaan. Die op een veel lager schaalniveau zitten, dus eigenlijk meer op een stedelijk niveau zitten. In de plannen die rechts getoond worden, hebben we geprobeerd om dat onderscheid te maken dus tussen het blauwe, de doorgaande ringstructuur, de doorgaande
is in het lichtgrijs aangegeven in die rechtse figuur. En de stedelijke wegen zijn eigenlijk in donkergrijs aangeduid. Dus de bewegingen zoals dat we ze nu kennen in die grote turbineknoop, waar dat momenteel die verkeerswisselaar is, die zijn allemaal mogelijk. Het is alleen zo dat we proberen duidelijk te maken dat die snelweg niet eindeloos blijft doorlopen tot in het centrum van Brussel, bij wijze van spreken, maar dat je op een gegeven moment die E40 overgaat naar een stedelijke uitvalsweg om dan uiteindelijk in die Keizer Karelstraat verder uit te komen. Wat we hier ook zien is dat, ondanks het feit dat het hier alternatief 1 betekent, over alternatief 1 gaat, dat we tussen het aansluitingscomplex N9 en deze verkeerswisselaar E40 ook een soort van rangeerstructuur hebben. Dat heeft Eva daarnet ook even toegelicht. En dat is eigenlijk om het mogelijk te maken dat, ondanks die korte tussenafstand tussen die twee knopen, zal ik maar zeggen, dat we toch een veilige verkeersafwikkeling mogelijk maken op die ring. Het verschil met alternatief 1b is dan dat je eigenlijk vanuit het hoofdwegennet is er totaal eigenlijk geen verschil. Dus de E40 is verbonden als Europees hoofdwegennet met de ring. Het enige verschil is dat hier de stedelijke uitvalsweg, het komende van de Keizer Karellaan, dat we niet met verbindingsbogen werken, zoals hier op de linkerfiguur, maar met een klassiek aansluitingscomplex, zoals dat we dat ook kennen van andere uitvalswegen, die met een aansluitingscomplex op de ring aansluiten. Belangrijk hierbij is wel dat, daarom willen we ook aangeven dat die varianten, ja, dat we niet meer zomaar varianten bedenken om varianten te bedenken, maar dat die altijd een andere invloed hebben op de verkeersstructuur, in dit geval en op de ruimtelijke structuur. Dus hier zie je bijvoorbeeld dat door dit type van knoop, dat we dan ook ter hoogte van de N9 een ander soort van aansluitingscomplex mogelijk wordt. En dat dan in dat geval ook een iets minder grote ruimte-impact heeft. Om dan die oefening van de verschillende knoopvarianten verder te kunnen evalueren in het milieueffectrapport en dergelijke, brachten we ook altijd naast deze axonometrieën ook in plannen die we voorbereiden, ook dwarsprofielen te maken. Dit is bijvoorbeeld een dwarsprofiel ter hoogte van de Brusselse steenweg in de bestaande toestand en daaronder de ontworpen toestand van dit alternatief op deze locatie. Op die manier kunnen we ook beter de vergelijking maken tussen die verschillende alternatieven en varianten. Ik ga dan nog even naar het ingaan op het voorbeeld van alternatief 2. In alternatief 2, dat is eigenlijk zoals net ook aangegeven, in plaats van die gemengde ringstructuur is dat die gescheiden ringstructuur, dus een doorgaande ringweg en parallel wegen daaraan. En dan in de knoopvariant in 2a zie je dat we eigenlijk vanuit die stedelijke uitvalsweg zowel aansluiten op die stedelijke ringweg aan die buitenzijde als ook aan de centraal gelegen voorgaande ringweg. En dat zorgt natuurlijk wel dat je een iets complexere knoop hebt en iets meer verschillende verbindingswegen hebt tussen die verschillende ringstructuren. Maar dat is natuurlijk niet de enige knoopvariant die voor dit alternatief ontwikkeld is. Net zoals in het alternatief 1 zijn er ook andere knoopvarianten ontwikkeld die, waarbij dat dus de stedelijke
uitvalsweg komende van die Keizer Karellaan in dit geval aansluiting geeft enkel op de stedelijke ringweg, dus die buitenrijbanen, waardoor dat natuurlijk de complexiteit van die knoop verder gereduceerd wordt en waardoor dat de ruimteimpact daar ook verder ingeperkt wordt. Wat ik misschien nog graag, ik hoop dat het een beetje duidelijk is wat die verschillende knoopvarianten zijn. Als daar nog vragen over zijn, kunnen we daar straks nog eventjes op ingaan. Belangrijk is wel dat we, en dat proberen we toch met deze axonometrie of deze figuren duidelijk te maken, is dat het niet louter gaat over die auto-infrastructuur. Want dat we tegelijkertijd ook willen duidelijk maken welke ruimtelijke mogelijkheden dat er in die omgeving ontstaan. En zoals je kan zien, zijn al deze knoopvarianten eigenlijk veel compacter dan die huidige grote turbineknoop, waardoor dat er eigenlijk in die zogenaamde oksels van die verkeerswisselaar veel ruimte ontstaat, die in dit geval heel goed kan ingezet worden om dat groen-blauwe netwerk verder te verruimen, te vergroten, te versterken. En in dit geval is het ook mogelijk om die Haverbeek, die er volledig ingekokerd zit, om die vallei van die Haverbeek eigenlijk terug te gaan openstellen, openmaken en daar een heel kwalitatieve groenverbinding van te maken. Een ander belangrijk aspect is de wijze waarop dat we trachten met die tangentiële fietsverbinding om te gaan. We trachten over heel Ring Noord een ringfietspad aan te leggen. En dat eigenlijk mee ervoor moet zorgen om die ambitieuze model split te gaan halen. Dus een goede, snelle fietsverbinding die eigenlijk de verschillende radiale fietssnelwegen en radiale fietspaden met elkaar verbindt om op die manier het alternatief van de fiets nog veel aantrekkelijker te maken. En dan zie je hier dat afhankelijk van de knoopvariant dat daar het tracé soms kan verschillen aan die binnenzijde van de ring, zoals u nu in het oranje ziet weergegeven. Dan zou ik graag gaan naar de volgende deelzone. Dat is de deelzone van Laarbeek-Bos. Hier geen aansluitingscomplexen of zo, wel een zeer waardevol natuurgebied. Het Laarbeek-Bos, maar niet alleen het Laarbeek-Bos. We hebben ook die zeer waardevolle open graslanden en open landschap rond het Hooghof. En daar zien we ook de kansen eigenlijk om die natuurgebieden ook beter met elkaar te gaan connecteren in de toekomst op het moment dat de ring daar heraangelegd wordt. Dat zien we dan ook weerspiegeld in die visie. Dus we betrachten op verschillende locaties eigenlijk dwarsverbindingen te realiseren. Voor ecologische dwarsrelaties te realiseren, maar ook de langste ecologische verbindingen krijgen voldoende aandacht. We denken ook aan de manier waarop dat het ringfietspad hier een waardevolle tracering kan vinden binnen dat beschermde landschap. En dat trachten we dan verder te concretiseren door eigenlijk slim om te gaan met de wijze waarop dat die snelweg heraangelegd kan worden, die ring heraangelegd kan worden. En dan spreken we hier even over het lengteprofiel. Om dat even te duiden, die term, ik moet u voorstellen dat je midden in de ring een snede maakt en je kijkt daar langs opzij naartoe, dan zie je eigenlijk het lengteprofiel van die ring. Dat betekent dat je daarop kan zien
wat dat de verschillende hoogteverschillen zijn die de ring neemt. En dan zie je hier in die grijze lijn dat komende ongeveer van de kruising met de N9, dat je eigenlijk heel steil moet beginnen stijgen om daar over de spoorweg te gaan, om dan te blijven stijgen richting Laarbeekbos. Het is die lengte van dat stijgen dat er eigenlijk voor zorgt dat we heel veel snelheidsverschillen krijgen tussen de vrachtwagens enerzijds, die stelselmatig trager en trager gaan rijden, en de auto's waar dat het eigenlijk weinig invloed op heeft. En begrijp dat eigenlijk ook voor gevaarlijke situaties leidt en eigenlijk ook de veiligheid in de vervanging brengt. Daarom gaan we kijken of dat er manieren zijn om dat zogenaamde lengteprofiel iets meer af te vlakken of iets anders vorm te geven, zodanig dat niet alleen die gevaarlijke situatie wordt weggenomen, maar zodanig dat we eigenlijk ook een situatie creëren waarbij dat die ring eerder verdiept zal aangelegd kunnen worden ten opzichte van de omliggende landschap, en zodanig dat we ook de nieuwe landschapsbruggen die we plannen aan het Laarbeekbos en aan Hooghof, dat die eigenlijk mooi kunnen aansluiten op dat omliggende maaiveld, op dat niveau van de gebieden langsheen de ring ter hoogte van het Laarbeekbos en Hooghof. Dus dat trachten we verder te ontwikkelen, zowel voor de beide alternatieven, zowel voor het zogenaamde gemengde systeem, het light variant, als de parallel variant. En dan ga ik even daarop inzoomen. En dan hebben we eigenlijk in de basis twee typische lengteprofielen die in onderzoek zijn en die in afweging worden genomen. Of verder worden afgewogen. Dat is het rechtse profiel, waar je ziet dat ten opzichte van de bestaande situatie het profiel een beetje verder is afgevlakt om ter hoogte van het Laarbeekbos. Dus hier zie je opnieuw dat lengteprofiel. Dus hier zie je dat dan in plan, om daar zo maximaal mogelijk lengte van overbrugging te maken. In dit geval zou dat dan gaan over een 350-tal meter. En in de linkse figuur hebben we getracht om te kijken van ja, we hebben hier niet alleen maar het Laarbeekbos. Er zijn hier ook andere. Het is niet alleen maar het bos dat belangrijk is. Het zijn ook die open velden die rond Hooghof zich bevinden, die van belang zijn. En hebben hier eigenlijk bekeken van ja, is er hier misschien ook een mogelijkheid om ook op deze plaats een overbrugging te maken, een landschapsbrug te maken. En dus door het lengteprofiel op deze plek de ring daar ook iets lager aan te leggen, kunnen we op die manier zorgen dat die landschapsbrug naadloos kan aansluiten op die omliggende velden. En waardoor dat die dat open ruimtegevoel, het open zicht richting Brussel over die open landschap, dat niet doorsneden wordt door de ring. Dus zoals ik daarnet heb aangegeven, die twee lengteprofielen die dus elk hun mogelijkheden hebben voor de overbrugging, voor het maken van landschapsbruggen over de ring, die hebben we zowel voor beide alternatieven verder uitgewerkt. Het verschil zit hem dan eigenlijk alleen nog in het dwarsprofiel zelf van die ring op deze plaats, waarbij dat het ene een gemengd ringsysteem is, waarbij dat je verschillende rijstroken naast elkaar hebt, terwijl dat in het alternatief 2 er een scheiding is tussen die doorgaande rijstroken en de parallel rijstroken. Ik denk dat we ook hier in een notendop heb proberen te duiden wat we in deze twee deelzones, zowel qua ontwerp van infrastructuur als qua
ruimtelijke inpassing van die infrastructuur in gedachten hebben. En ik weet niet, misschien is het nu een mooi moment om eventuele vragen daarover verder te behandelen, maar ik laat het woord even aan Marlijn, die het verder zal modereren. Ja, dankjewel. We hebben inderdaad nog een 20-tal minuutjes om hier nog een aantal vragen te beantwoorden. Ik heb gezien dat er heel wat vragen zijn binnengekomen die we ook meteen van een antwoord hebben voorzien. Maar er zijn ook wel een aantal vragen, denk ik, die we misschien in de groep kunnen behandelen, liever. Dus die we hier ineens kunnen behandelen. Bijvoorbeeld een aantal vragen van mensen rond rijrichtingen. Bijvoorbeeld in het parallelsysteem, Frank of Melissa, ik weet niet wie dat het best uitlegt, maar misschien nog eens kort even schetsen hoe het parallelsysteem werkt. Stel voor iemand bijvoorbeeld die er in een van de aansluitingscomplexen tussen de E40 en de A12 oprijdt en zich dan enerzijds richting Leuven, anderzijds richting Gent wil begeven, dat we nog eens even kort en proberen duidelijk uit te leggen hoe die parallelstructuur eigenlijk functioneert en wat eigenlijk je moet doen om eigenlijk daarvan gebruik te gaan maken en ook de keuze die de weggebruiker eigenlijk gesteld wordt als hij er aan een van de grote verkeerswisselaars oprijdt. Ja, ik denk, ik zal proberen aan de hand van dit schema eventjes te duiden. Dus links ziet u het schemaatje van het alternatief 1, rechts het schema van het gescheiden systeem. Dus met de parallelstructuur, als ik daar even op inzoom, dan zie je dat hier eigenlijk schematisch weergegeven telkens de ring in de horizontale lijn. En dan de radiale snelwegen zoals de E40 en de A12 die daar op toekomen en die daar ook op aangesloten worden. Vervolgens ziet u dat in het alternatief 2 dat we een scheiding realiseren tussen het doorgaande ringverkeer in het blauw en het lokale ringverkeer, dus het bestemmingsverkeer in het rood, en dat gescheiden wordt tussen de knopen E40 en A12. Dan zie je ook dat de verschillende aansluitingen, dus de verschillende radiale wegen zoals de N290 of de N9, dat die eigenlijk een aansluitingscomplex krijgen in dat geval op die parallelstructuur. En dan zie je dat daar, wat ik daarnet heb proberen duidelijk te maken, is dat je dan verschillende manieren hebt om met die verkeerswisselaars om te gaan. En dat die elk dus hun eigenheid hebben, zowel naar verkeersafwikkeling toe als naar ruimtelijke impact toe. En daar kunnen we eventueel ook nog verder in detail op inzoomen. Ik ga even proberen daar terug een knoop van uit te halen. Hopla, sorry. Ja. Zo. Ziet u hier de lichtgrijze snelwegtakken dat je dus van de E40 komt. Je kan bijvoorbeeld zowel naar de stedelijke ringweg, dus naar de parallelwegstructuur aan de buitenzijde, als naar die doorgaande ringwegstructuur rijden. Als je bijvoorbeeld van E40 naar E40 moet rijden, bijvoorbeeld van Gent naar Leuven, dan blijf je gewoon op dat lichtgrijze systeem. Als je bijvoorbeeld in dit geval naar het knooppunt van de N9 wilt gaan, of je wilt naar UZJ te rijden, dan ga je van die E40 naar dat stedelijke systeem en dan ga je dus
op de buitenzijde van het RIT-systeem terechtkomen. Dus dat is in grote lijnen heel snel probeer duidelijk te maken hoe dat het principe van die scheiding in elkaar zit. Dank u wel, Frank. Nog een vraagje dat we hebben zien binnenkomen van iemand anoniem. Die vraagt, zijn er onteigeningen voorzien in deze zone Wemmel? Misschien alleen is dat een vraagje die jij al even kan beantwoorden. Ja, dus zoals in elk van de grote projecten is het wel mogelijk en denkbaar dat we een aantal verwervingen zullen moeten doen. Doordat die in onze ontwerpen bepaalde percelen raken of delen van percelen raken. Nu, het is belangrijk om indachtig te houden de fase waar we ons nu momenteel bevinden in het geïntegreerd woningsproces. We zijn ook volop aan het onderzoeken hoe het voorkeursalternatief voor die herinrichting van de Arnhem Noord er zal uitzien. En we zijn dus nog lang niet aan een definitief zicht op de verwervingen die concreet gaan moeten gebeuren. Voornamelijk omdat we ook nog die projectfase hebben waar we nog concreter gaan en waar we nog gaan verfijnen, gaan doorontwerpen. Om daardoor ook beter zicht te krijgen op mogelijke verwervingen die noodzakelijk zijn. Het is uiteraard wel zo dat we daar oog voor hebben qua procedure. Wanneer er zo'n perceel of een deel van een perceel zal moeten worden verworven. Dan gaan we uiteraard de eigenaars van de percelen contacteren om daar in eerste instantie te streven naar een minderlijke verwerving, waarbij we natuurlijk een prijs overeenkomen die overeenstemt met de waarde van dat perceel. Van zodra dat we daar concreter zicht op krijgen, zullen we uiteraard niet talmen om die gesprekken aan te knopen. Maar nu op dit moment is het nog iets te voorbarig om daar al concreet uitspraken over te doen welke percelen nu specifiek getroffen zullen zijn. Dank u wel, Helene. Er waren nog een aantal vragen, misschien even terug naar de presentatie, Frank, over het aantal rijstroken dat we voorzien in de verschillende alternatieven. Kan je daar misschien kort even op inzoomen en daar een korte toelichting bij geven? Het is een beetje. In de basis is het zo dat in het alternatief 1 wordt er gewerkt met een basisstructuur van 4 rijstroken. Nu, het is natuurlijk zo dat ter hoogte van op- en afritten en aan verkeerswisselaars dat er ja, altijd een rijstrook bij komt of afvalt. Op die manier is er eigenlijk verschillende. Gaat die sectie natuurlijk niet altijd exact dezelfde zijn. Maar dus in alternatief 1 werk ik met de basis 4 rijstroken, waar dat dus de op- en afritten daaraan toegevoegd worden. Dus dat kan soms 5 rijstroken zijn. Dat is zo bijvoorbeeld ter hoogte van de zone Laar-Bigbos. En in alternatief 2 werken we met 3 rijstroken voor de doorgaande ringweg, dus voor die blauwe stroken zou ik maar zeggen, en 2 rijstroken voor de stedelijke ringweg. En dus ook ja, in die zone van Laar-Bigbos, zoals we daarnet hebben besproken, gaat dat ook over die aantallen. Kunnen we eventjes tonen aan de hand van die dwarsprofielen. Eventjes zoeken. Ja. Dat zien we bijvoorbeeld hier. Dat zijn de 4 rijstroken en dan de 5e rijstrook voor de invoeger of de uitvoerder. En dat is dan voor alternatief 1. Voor alternatief 2 zie je de opstelling 3 rijstroken en een pechstrook en dan een scheiding en dan 2 rijstroken en een pechstrook. Dat is eigenlijk het schematische profiel dat daarnet ook is toegelicht door Helene. Dank u wel, Frank. Ik heb nog een vraagje zien binnengekomen. Van Tom, die zich afvraagt, misschien Helene voor jou. Ja, wie beslist er nu uiteindelijk over die voorkeursalternatieven? Hè? Want we presenteren nu wel een heel aantal alternatieven, maar hoe wordt nu eigenlijk beslist
wie we, allee, of hoe we die, dat voorkeursalternatief gaan bepalen. Kun je dat nog even toelichten? Zeker. Eerst en vooral wil ik daarbij ook zeker meegeven dat we die plandoelstellingen op een gelijkwaardig niveau situeren. We gaan daar geen gewichten aan toekennen aan die plandoelstellingen. We achten die evenwaardig aan elkaar. Dus waarbij we dan telkens die beoordeling gaan doen over de plandoelstellingen heen. En met die resultaten van die beoordeling en ook die resultaten van de onderzoeken die als input daarvoor dienen, ja, gaan we zeker ook de nodige afstemming doen met de actoren, met de stakeholders in de regio, maar zeker ook met de bevolking. Dus we trachten daar eigenlijk te komen tot een gedragen voorkeursalternatief door jullie zo goed mogelijk te informeren en jullie inspraak te capteren van jullie, van ook de andere actoren in de regio, zodanig dat we richting eind dit jaar naar dat voorkeursalternatief kunnen evolueren. Wij doen de oefening om vanuit de resultaten van de onderzoeken, waaronder planner en dergelijke, te kijken hoe we dan aan onze plandoelstellingen voldoen. En daarmee gaan we dan uiteraard terug communiceren, zodat we kunnen bekijken samen richting dat voorkeursalternatief, hoe die herinrichting van de RNO Noord er dan zou moeten uitzien om zoveel mogelijk aan onze plandoelstellingen te voldoen. Dank u wel, Helene. Ik had hier nog een vraagje dat ik even terug moet gaan zoeken. Ah ja, iemand die zich afvraagt, de mogelijke overbruggingen of landschapsbruggen die we voorzien aan het Laarbeekbos, bereiden we daar al iets voor om die eventueel in de toekomst of op lange termijn nog uit te breiden? Of wordt dat iets dat technisch met onze huidige ontwerpen onmogelijk is? In andere woorden, hebben we al nagedacht richting de toekomst als we het hebben over die... die landschapsbrug. Ik weet niet wie dat er daar graag op moet antwoorden. Ja, we kunnen. Ja, dus het is eigenlijk een heel goede vraag. Dus, wat dat we denk ik proberen aan te tonen, is dat we in eerste instantie op zoek zijn naar landschapsbruggen die zo goed mogelijk aansluiten op het omliggende landschap. Dat wil zeggen dat we niet willen proberen vermijden dat we een soort van bergen gaan creëren in een landschap dat eigenlijk daar niet echt toe geschikt is. En vandaar dat we eigenlijk trachten dus die op die plaatsen waar dat we een kwalitatieve verbinding willen maken, zoveel mogelijk trachten die ring verdiept aan te leggen. Op die manier komen we eigenlijk momenteel tot die positionering van de mogelijke landschapsbruggen. Wat niet wegneemt natuurlijk dat er ook uitbreidingsmogelijkheden in principe in de toekomst altijd mogelijk blijven. Dus in die zin is dat wel een vertrekpunt om die mogelijkheden wel altijd open te laten in de toekomst. Maar dus wel primaire focus te leggen op die plekken waar je zo nauw mogelijk kunt aansluiten op het omliggende maaiveld. Ja, dankjewel Frank. Ik ga eens even kijken, nog een aantal vraagjes die binnenkomen. Ik zie al heel wat vragen ook over de volgende deelzone, waar we over ongeveer een kwartiertje, 20 minuten aan gaan beginnen. Dus nog even geduld als u vragen heeft over de Limburg-Stierenlaan of over... op een afrit 8 of 9 of over parking C, daar komen we zo dadelijk aan. Dus dat is al even belangrijk om mee te geven. Ik ben even aan het scrollen tussen de vragen welke ik nog in de groep ga gooien. Even kijken. Ah ja, iemand, dat is een goede vraag terecht. Annemie die zich afvraagt, kijk als er op bepaalde plekken verhardingen bijkomen, wat eigenlijk met het hemelwater en de afwatering? Ik weet niet wie daar best op antwoordt, maar ik weet dat we daar ook wel uiteraard mee bezig zijn. Zou ik misschien ook, ja. Ja, het is zo dat we eigenlijk... daar zijn ook heel strenge verordeningen over. Als er nieuwe verhardingen komen, dan moeten de nodige maatregelen getroffen worden om dat water te laten zo goed mogelijk te bufferen en te laten infiltreren, zodat we dus niet
de effecten hebben van ja, de betonering die we in het verleden hebben gekend. Niet onbelangrijk is ook dat, want we hebben daarnet die vraag gekregen rond dat aantal rijstroken, is dat het een integraal ontwerp betreft. Dus zowel langsegmenten als de knopen worden herdacht. En het is dus wat dat betreft ook niet onbelangrijk dat we eigenlijk heel nauwgezet die ruimtebalans en die verhardingsgraad bijhouden. En dat we eigenlijk momenteel toewerken naar een zoveel mogelijk een nulbalans wat betreft verhardingsgraad. En dat we qua ruimtebalans, dus qua ruimtebeslag, ja, bijvoorbeeld voor de zone Wemmel, eigenlijk aan een reductie van het ruimtebeslag voor infrastructuur zitten van tussen de 19% en 34%. Dus het is niet onbelangrijk dat we dus, ja, wat dat betreft ook een hoeveelheid ruimte teruggeven aan de omgeving, zou ik maar zeggen, met deze ontwerpen. En dus dat we, ja, in die zin ja, zowel die verharding als die ruimtebalans heel nauwgezet in het oog houden. En dat wat betreft die waterbehandeling en buffering en infiltratie, dat we daar natuurlijk alle voorzieningen voor treffen. Dat kan je ook bijvoorbeeld zien in de figuren die we hebben gemaakt. Dus op meerdere plaatsen zijn niet alleen de beekvallei opgelegd, maar zijn dus ook in die knopen de nodige bufferbekkens aangelegd om op die manier die buffering en die infiltratie op het terrein van de infrastructuur zelf eigenlijk te kunnen verwerken. En waar dat we eigenlijk ook proberen om de gebieden met waterproblematiek in de omgeving meteen die waterproblematiek op te lossen. Een goed voorbeeld daarvan is ergens wel in Zaventem, maar daar komen we vrijdag meer in detail op terug. Ja, dankjewel Frank. Ik zag nog een aantal vragen binnenkomen die misschien wel interessant zijn. Is hoe we met het Brusselse hoofdstedelijk gewest omgaan. We zitten niet alleen in deze zone, maar eigenlijk met heel onze project van werken aan de ring, heel dicht bij het Brusselse hoofdstedelijk gewest. Mobiliteit is natuurlijk iets dat niet stopt aan een gewestgrens. Bovendien ligt de ring ook zelfs op twee kleinere stukjes op Brussels grondgebied. En zullen we daar dus ook een vergunning moeten aanvragen. Maar Helene, misschien kan jij even toelichten hoe dat we Brussel betrekken en hoe we eigenlijk met hen omgaan en hun diensten en ook hun inwoners betrekken. Ja, eerst en vooral wat betreft die inwoners, omdat de vraag daar ook is gesteld naar of de inwoners van Brussel de inspraak kunnen leveren. Dat is zeker het geval. Hè. Op de slide, zoals Eva die heeft toegelicht, is het ook duidelijk dat die inspraak eigenlijk door alle betrokkenen kan worden geleverd, zo ook door de Brusselaars. Nu wat betreft die afstemming met het Brusselse hoofdstedelijk gewest en ook met die Brusselse gemeente, ja, dat is iets waar we volop op inzetten. We nodigen stelselmatig de Brusselse administraties en de lokale besturen mee uit op onze werkgroepen. Brusselse administraties hebben ook mee advies geleverd en meegelezen aan de ontwerpdeelrapporten van het planmer en daar hun commentaar op gegeven. We stemmen daar dus echt ten volle af. Bovendien is het ook zo, nu hier specifiek in de zone Wemmel, dat we een gewestgrensoverschrijdende studie zijn opgestart voor de ontsluiting van het Heizelplateau. Dat is een studie waar we eigenlijk aan een gemeenschappelijke visie werken, gedragen door Vlaanderen, door Brussel, om dat Heizelplateau een multimodale ontsluiting te geven, wat ook elementen zijn die we dan zullen meenemen en capteren in ons GPP. Dus we zetten heel sterk in op die afstemming met het Brusselse hoofdstedelijk gewest en met de Brusselse gemeente. En we trachten daar met overleg en afstemming tot ook daar een gedragen voorkeursalternatief te komen. Dank u wel, Helene. Ik zie nog een vraagje van een aantal mensen die zich afvragen. Ja, kijk, de dingen die we daarnet hebben getoond zijn misschien niet altijd even duidelijk. Zeker niet als je op een kleine laptop of op een smartphone aan het kijken bent. Het is wel zo dat we alle presentaties en ook alle visualisaties over enkele tijd, dat zal een week zijn, misschien een week en een half of twee weken, gaan op de website zetten. Sowieso al het materiaal dat natuurlijk in de scoping nota 2 zit, die momenteel dus ook in de publieke raadpleging zit,
die is natuurlijk, of staat liever natuurlijk al vandaag op onze website. En daar kunnen jullie gaan kijken. Ik ga dat even meegeven. Dat is als je naar werkenaanderin.be gaat en dan heb je van boven een menu-itemtje lees mee. Als je bij, er is ook een doel mee, dan kan je de links vinden naar onder andere dit soort evenementen. Maar er is dus ook lees mee en dan heb je dus documenten en daarin staan niet alleen de officiële documenten zoals nu die scopingnota en alle bijlagen, maar ook bijvoorbeeld de communicatieve zaken die we maken, de brochure die we onlangs hebben verspreid, de Werken aan de Ring krant zoals u die misschien wel kent van de afgelopen jaren. Voilà, als u daar gaat kijken volgende week, dan zal ook deze presentatie en alle visualisaties die we hebben getoond terechtkomen. Hè. Dus dat is ook wel belangrijk dat jullie dat, dat in ieder geval weten. Ik ga nog eens even kijken ook naar de tijd. Ja, we hebben nog 5 minuutjes. Nog eens kijken. Ah ja, er is iemand die vraagt. Als we het over het woord verbreding hebben, komt altijd wel naar boven. Ik denk dat het belangrijk is dat iedereen weet dat we proberen om aan een toekomstgerichte ring te werken die vlot is, maar die vooral ook veilig is. En eigenlijk door hem ook veiliger te maken, zal hij ook vlotter worden. Dus iemand die zich afvroeg, ja, die parallelstructuur, is dat niet gewoon het bijvoegen van extra rijstroken en dus capaciteit? En nee, want we gaan daar echt wel op een heel slimme manier de verkeersstromen van elkaar gaan scheiden, waardoor alle weerbewegingen die vandaag de oorzaak zijn van heel veel ongevallen en incidenten die dan op hun beurt kuddes met zich meebrengen. En dat is natuurlijk het grote probleem waarop de ring vandaag zo bekend is, alle opstoppingen en kuddes. En dat willen we er eigenlijk uithalen door ofwel dus, zoals we hebben gezegd in alternatief 1, een aantal op- en afritten te gaan combineren of verwijderen, of in alternatief 2 eigenlijk een parallelstructuur te gaan aanleggen om ervoor te zorgen dat die verkeersstromen worden gescheiden. Het is dus nergens zomaar een blinde capaciteitsverhoging waarbij dat we maar gewoon rijstroken blijven bij bouwen. Misschien nog een vraagje rond compensaties. Als we ergens ruimte in beslag nemen, gaan we dat dan elders compenseren? Boscompensaties, natuurcompensaties. Misschien is dat een goede vraag om, deze deelzone mee af te ronden en dan kunnen we stilletjes aan naar de volgende twee deelzones gaan. Ik weet niet wie dat er daar graag op wilt antwoorden op natuurcompensaties. Even kijken naar mijn collega's. Frank ook of Victor? Nee, zal ik die wel pakken? Nee, dus het is zo, inderdaad, we zijn uiteraard ook gebonden door die wetgeving. Waar we bos of graslanden innemen, gaan we de nodige compensaties gaan voorzien, gaan uitvoeren. Voor wat betreft alternatieven en varianten van loop 1 is dat ook omschreven in het planner. En we nemen dat dus zeker ook mee in onze plannen, maar we houden ons niet of we beperken ons niet tot wat we strikt noodzakelijk moeten gaan compenseren. Nee, we zetten echt in op die versterking van dat groen-blauwe netwerk. We hebben een aantal opportuniteiten om, om die open ruimtestructuur te gaan verbeteren. Vandaar ook dat we veel meer dan enkel het strikt noodzakelijk dat we moeten gaan compenseren, een groene bestemming zullen geven. Dus dat is misschien een antwoord op die vraag. Maar zeker in het plan daar ook van loop 2 met alternatieven zoals ze nu in de scoping nota 2 staan, zal dat uitgebreid worden omschreven. Ja, dankjewel, Geleen. Misschien nog een algemeen vraagje ook voor jou, Geleen. Iemand die zich afvraagt, hoe lang zullen deze werken duren en wat gaat er dan eigenlijk gebeuren met het dagdagelijkse verkeer? Ik weet dat het nog relatief ver weg is, maar misschien kan je daar ook al een eerste indicatie mee geven? Ja, natuurlijk. Het is inderdaad zo, we plannen te starten in 2025 en dan zijn we wel vertrokken voor een vijftal jaar, denk ik. We gaan nu uit van dat we de herinrichting van de Arnhem-Noord hebben verwezenlijkt in 2030. Nu, alles is daar uiteraard afhankelijk van de verschillende timings ook die we afspreken met onze uiteindelijke aannemers, opdrachtnemers. Maar heel belangrijk om mee te nemen is dat we heel sterk en fel inzetten op het minder hinderverhaal. We hebben daar nu al heel wat initiatieven over lopen. Binnen onze quick wins, denk maar aan de Hector Henolaan, waar we die, impact willen gaan zo klein mogelijk houden en die hinder willen gaan beperken. Dus dat gaan we evenzeer doortrekken in de projecten, de uiteindelijke projecten of het eindelijke
project voor de herinrichting van de R0 Noord. Dus we gaan zeker en vast ons best doen daarin. Maar het is natuurlijk wel zo, werken brengen altijd een zekere hinder met zich mee. Maar we trachten die tot het minimum te beperken. Voilà, het is 9:10 en we gaan beginnen aan de laatste twee deelzones die we vandaag nog in onze zone Wemmel graag met iedereen willen bespreken. En dat zijn de deelzone Wemmel-Jette zelf en dan nog de deelzone A12 rond de verkeerswisselaar van de A12. En daarvoor hebben we eerst een toelichting van Melissa, die ook mobiliteitsexpert is. Goedenavond. We gaan dus inderdaad eerst inzoomen op deelzone 3, Wemmel-Jette, en deelzone 4, A12. Waarbij we opnieuw even kort de netwerken op mesoniveau gaan bekijken. We beginnen met de ontsluiting naar het hoofdwegennet. Dan zien we in deze deelzone dat we aansluitingscomplex 8 gaan loskoppelen van de ring. Daar komen we zo dadelijk nog even op terug waarom we dat gaan doen. Aansluitingscomplex 9 wordt verschoven naar de Dikke Beuklaan in plaats van naar de N92. Waardoor dan Wemmel-Jette en het Brussel kunnen ontsluiten naar aansluitingscomplex 9. Het Heizerplateau en zijn omgeving kan ontsluiten naar aansluitingscomplex 7a. Ik wil hierbij wel nog vermelden dat er nog een studie lopende is over de ontsluiting van het Heizerplateau. En van zodra we daar de resultaten van binnen hebben, worden die ook geïntegreerd in het planproces. Aan de omgeving van de A12 zien we wel een belangrijke wijziging. We zien dat de westelijke gewestweg, dus de N277, de Boeghoutlaan, daar geknipt wordt ter hoogte van de verkeerswisselaar. Maar er wordt wel een doorkoppeling voorzien ten noorden en ten zuiden van die wisselaar om wel de connectie te behouden met de andere gewestweg aan de oostkant en met het aansluitingscomplex 2. Dus Bever, Strombeek en Treft en ook Strombeek-Bever-West, het bedrijventerrein, kunnen nog ontsluiten naar aansluitingscomplex 2 op de A12. In alternatief 2a wordt er wel een alternatieve ontsluiting voorzien, maar daar komen we zo dadelijk nog op terug. Het openbaar vervoersnetwerk blijft grotendeels ongewijzigd ten opzichte van de bestaande toestand, met een kleine wijziging ter hoogte van de A12. Omdat de Boeghoutlaan daar geknipt wordt, zal ook het openbaar vervoer, dus het busverkeer van de lijn, moeten omrijden via die twee lokale doorverbindingen ten noorden en ten zuiden van de verkeerswisselaar, zodat alle haltes nog steeds bediend blijven. Het fietsnetwerk dan, dat blijft eigenlijk volledig ongewijzigd, de netwerken in ieder geval. Want hier kunnen we wel de mogelijkheid voorzien om het fietspad, de fietsroute in de N277 Boeghoutlaan, wel nog door de verkeerswisselaar te laten lopen. Dus fietsers ondervinden geen omrijfactor daar. De ecologische verbindingen. En zoals Frank daarnet al zei, ligt in deze deelzone de focus op de verbinding die we wensen te voorzien tussen de plantentuin in Meissen en het park van Laken, het Ossegempark in Brussel. Er zijn ook nog een aantal kleinere landschapsverbindingen die we willen realiseren, maar daar kunnen we straks nog op terugkomen. Oké, dan kunnen we nu even inzoomen op deelzone 3, Wemmel-Jette. Net zoals bij deelzone 1 en 2 gaan we blijven even stilstaan bij de knelpunten en uitdagingen van de bestaande toestand. Naar potenties zien we het Ronkelhof, beschermd landschap, en het clubhuis van de Borling, ook een beschermd monument. Dat we als potentie zien in deze zone, dat we dus zeker gaan vrijwaren. We zien ook nog de groenzones van het Laarbeekbos, de Maalbeekvallei en de Beverkuiters als belangrijke potenties. Naar uitdagingen zien we sluipverkeer op onder andere de Limburg-Stierenlaan in bestaande toestand. De ring die toch wel een sterke barrière vormt voor fietsers, voetgangers en ecologische verbindingen. En we zien eigenlijk in de bestaande toestand dat aansluitingscomplex 9, Jette, 8, Wemmel en 7a parking C eigenlijk veel te kort op elkaar liggen om veilig het verkeer af te wikkelen. En ze liggen ook nog eens zeer kort bij de verkeerswisselaar A12. We zien ook dat aansluitingscomplex 9 in de bestaande toestand onvolledig is. Dus de oprit van de buitenring ontbreekt eigenlijk, tenzij voor hulpdiensten. En het is eigenlijk ook moeilijk leesbaar doordat die op twee verschillende wegen aansluit. Dus de afrit binnenring sluit aan op de Dikke Beuklaan en dan de oprit binnenring op de N290. Stevig op rusten. Het aansluitingscomplex 7a neemt de bestaande toestand ook veel ruimte in. En daar, dat is ook wel eens een uitdaging om dat te optimaliseren. Oké. Onze visie dan hier.
Dus we wensen een ecologische verbinding te voorzien tussen het Laarbeekbos aan de ene zijde en de Maalbeekvallei, de Beverkouder aan de andere zijde. We willen ook nog inzetten op die betere doorwaadbaarheid tussen Wemmel en Jette en een kwalitatieve dwarse connectie voorzien ter hoogte van de Limburg-Stierenlaan en de Steenweg op Brussel. We hebben hier ook nog het huidig wenstracé van het ringfietspad opgeprojecteerd. Dat is eigenlijk een fietssnelweg die we willen aanleggen langs de ring. Maar er zijn nog variaties op mogelijk, dus dit is misschien niet het definitieve tracé dat hier te zien is. En belangrijk, we willen de verkeersveiligheid verbeteren op de ring door de tussenafstand tussen de aansluitingscomplexen te maximaliseren. En dat wil dus zeggen dat we aansluitingscomplex 9 moeten opschuiven naar het zuidwesten eigenlijk. En dat we aansluitingscomplex 8 moeten loskoppelen van de ring. Want anders kunnen we onmogelijk eigenlijk wel een veilige structuur voorzien voor die ring. Aansluitingscomplex 7 wordt dan ook vervolledigd en leesbaarder gemaakt. En ook aansluitingscomplex 7a wordt ook compacter. Wemmeljette en het UZ Brussel zullen dus ontsluiten naar aansluitingscomplex 9. En het Heizenplateau en zijn omgeving zullen ontsluiten naar aansluitingscomplex 7a. Marlies gaat nu even het lengteprofiel toelichten van deze zone. Ja, dus ter hoogte van de deelzone Wemmel-Jette speelt een variant van het lengteprofiel. Daarbij worden er twee varianten onderzocht, namelijk het geoptimaliseerd lengteprofiel en het verlaagd lengteprofiel. Dit voor alle alternatieven. Concreet voor alternatief 1 en alternatief 3, die dezelfde zijn in deze deelzone, betekent dit dus dat voor het geoptimaliseerd lengteprofiel de bestaande assen, zoals de N290 en de Koningin Astridlaan, hier gelokaliseerd waar de wijzer zich bevindt, die gaan onder de ring door bij het geoptimaliseerd lengteprofiel en ter hoogte van de Limburg-Stierumlaan gaat de as over de ring. In deze situatie. Hierbij wordt ook verder rekening gehouden met dus, gedetecteerde te garanderen verbindingen. Ook op de snede hieronder zien jullie de bestaande toestand en daaronder een snede van de nieuwe toestand bij alternatief 1 voor het geoptimaliseerd lengteprofiel. Daarnaast is er de variant van het verlaagd lengteprofiel. Daarbij hebben we twee varianten. Enerzijds de variant van de brede landschapsbruggen. Zoals jullie zien op de figuur hier bovenaan, gaat daarbij de as van de N290, de Koningin Astridlaan en de Limburg-Stierumlaan overal over de ring heen. Dat wil dus zeggen dat de ring verlaagd ligt ten opzichte van zijn omgeving. Op de zoom kunnen jullie dit ook zien. Dus dit is de as van de N290, de Koningin Astridlaan. En de Limburg-Stierumlaan. Daarnaast is er binnen deze variant van het verlaagd lengteprofiel ook nog een variant die verder onderzocht wordt. En dat is de maximale landschapsbrug. Dus dat kunnen jullie hier ook zien op deze figuur hierboven. En op dit plan vertaalt zich dit dus op deze manier, waarbij dat dus de ring volledig verlaagd ligt ten opzichte van de omgeving. En een maximale landschapsbrug Wemmel en Jette met elkaar gaat verbinden. Dus voor het alternatief 1 en het alternatief 3. Daarnaast is er nog het alternatief 2. Daarbij worden dezelfde varianten onderzocht, dus het geoptimaliseerd lengteprofiel en het verlaagd lengteprofiel. Opnieuw, ook binnen het verlaagd lengteprofiel hebben we de variant van de brede landschapsbruggen of de maximale landschapsbrug. Het grote onderscheid met de andere alternatieven is dat de onderliggende ringstructuur in, dit alternatief is er een gescheiden systeem van doorgaand verkeer en lokaal verkeer. En dit is deze worden fysiek gescheiden in dit systeem. Nu zal mijn collega Melissa terug overnemen. Ja, dan kunnen we nu overgaan naar deelzone 4, de omgeving van de A12. Waarbij we opnieuw even blijven stilstaan bij de bestaande toestand, waar we potenties detecteren van de sneltram langs de A12, die binnenkort zal aangelegd worden, de fietsnelweg langs de A12, en ook een aantal belangrijke groene polen, namelijk het Beverbos en de plantentuin van Meissen, en ook het park van Laken en het Oostigenpark.
We zien hier als uitdagingen op beide gewestwegen langs de A12, dus zowel aan de oostkant als aan de westkant, zien we sluipverkeer op deze wegen. Het is ook een uitdaging om alle kernen van Grimbergen bij elkaar verbonden te houden. Bever aan de ene kant, Strombeek aan de andere kant en ook nog Treft, die zeker een lokale verbinding moeten behouden. Het aansluitingscomplex 2 is in bestaande toestand ook onveilig. Het zijn zeer krappe bochten om het aansluitingscomplex op en af te rijden. En het aansluitingscomplex werkt ook functioneel samen met de Romeinse steenweg, omdat het geen volledig aansluitingscomplex is. Dat is ook een belangrijk aandachtspunt naar onze visie toe. Onze visie dan. Ze willen een recreatieve landschapsverbinding creëren langs deze verkeerswisselaar om de plantentuin van Meissen, het Beverbos en het park van Laken met elkaar te verbinden. We hebben hier ook het huidige wenstracé van het drinkfietspad opgeprojecteerd langs de zuidkant van de knoop, maar ook hier zijn dus nog variaties op mogelijk. We willen dus de lokale connecties tussen Bever, Strombeek en Treft behouden en eventueel zelfs versterken. En we willen natuurlijk ook een verkeersveilige en leesbare oplossing voor aansluitingscomplex 2. Het verbeteren van de leefbaarheid langs de gewestwegen om door dus het sluipverkeer of het doorgaand verkeer op deze wegen te gaan weren. Enerzijds door die knip van die westelijke gewestweg, maar anderzijds ook door nog andere maatregelen te nemen op die andere gewestweg. En we willen ook de verkeerswisselaar compacteren, want momenteel neemt die veel ruimte in beslag. Een compacte verkeerswisselaar is dus ook onderdeel van onze visie. Ja. Dus ik geef nu even het woord aan mijn collega Victor, die wat dieper in detail gaat over de vormgeving van de verkeerswisselaar. Inderdaad, dankjewel Melissa. Goedenavond iedereen. Zoals reeds toegelicht in de vorige presentaties, het alternatief 1 en alternatief 2. Het alternatief 1 maakt gebruik van eigenlijk dat we een gemengd verkeer hebben op de R0, waarbij we, dat we alternatief 2 hebben, waarbij dat we een gescheiden systeem hebben voor zowel het doorgaand verkeer dat op de R0 blijft, maar ook het parallel systeem, waar dat eigenlijk het bestemmingsverkeer onder meer zal oprijden. Dus we nu eventjes gaan kijken of een zoomje nemen in voor alternatief 1a, dan zien we eigenlijk dat omwille van bijvoorbeeld plandoelstelling 1, de verkeersveiligheid en de doorstroming, dat de bestaande knoopconfiguratie, een grote rotonde, eigenlijk heel veel weefbewegingen, heel groot spuitgerokken, maar toch allemaal te korte weefbewegingen, wat zorgt voor veel verkeersveilige onveilige situaties, maar ook dat de aansluitingscomplexen, zoals bijvoorbeeld 7a, zeer dicht bij deze verkeerswisselaar ligt. Daarom hebben we deze moeten compacteren. En in het alternatief 1a zien we dat we daar geprobeerd hebben te doen met ongelijkvloerse aansluitingen. Waarbij dat we, om het zo te zeggen, de lichtgrijze balken zijn eigenlijk de hoofdstructuur, of de hoofdstructuur van de snelwegen, waarbij we eigenlijk willen dat de A12 en de R0 overgaan op elkaar. En dat de richting Brussel eigenlijk eerder voor bestemmingsverkeer is. En dat hebben we dan ook een donkergrijs aangegeven. Echter zullen deze wisselingen vanuit, ook al is het bestemmingsverkeer, zullen deze ongelijkvloers gebeuren. Maar, zoals Melissa er straks ook al aangaf, was het aansluitingscomplex 2, dat lag ook te dicht bij de verkeerswisselaar. Momenteel hebben we getracht deze te verplaatsen omwille van de verkeersveilige omwille van verkeersveilige rijstrookwissels. En aangezien dat in de visie van Brussel, Good Move, de parallels of de A12 vanaf de Romeinse steenweg richting Brussel een 2x2 50 km per uur zal bedragen, is het ook logisch dat er hier een gelijkvloers kruispunt kan voorzien worden ter hoogte van net boven de Romeinse steenweg, die rechtstreeks zal aansluiten op de N277. Waarbij dan de N277 op zijn beurt weer kan uitwisselen met een lokale onderdoorgang richting de N276. Deze doorgangen zijn ook te zien aan de bovenkant van de verkeerswisselaar. En omwille van, bijvoorbeeld, omwille van de landschappelijke integratie van deze knoop, hebben we de N277, om het zo te zeggen, laten doorkoppelen met de N276, waardoor dat er eigenlijk aan de westkant van de verkeerswisselaar ruimte ontstaat om zometeen, zullen we daar eventjes op inzien, zoomen,
een groen verbinding mogelijk te maken, die dan eigenlijk de connectie tussen Meissen of ook het kasteel van Bever, deze groen polen, verbindt met het kasteel van Laeken onderaan langs de A12. Nu gaan kijken naar de fietssnelweg die we bijvoorbeeld aan het aanleggen of in deze alternatief willen integreren, zien we dat de fietssnelweg bij het 1A-alternatief, vierarmige knoop, een beetje zal moeten uitbuigen naar het zuiden toe om deze knoop te kunnen passeren. Dit komt omwille van de vele ongelijkvloerse kruisingen die ervoor zorgen dat het moeilijk maakt om voor de fietser door deze configuratie te kunnen gaan. Als we nu naar het 1B-alternatief gaan kijken, dan zien we dat er eigenlijk bepaalde verbindingen nog steeds ongelijkvloers gebeuren, maar dat er ook bepaalde verbindingen, en deze eigenlijk richting Brussel toe, met gelijkvloerse kruispunten gebeuren. Doordat we met die gelijkvloerse kruispunten werken, hebben we veel minder niveaus, waardoor we eigenlijk de mogelijkheid creëren om bijvoorbeeld het ringfietspad recht onderaan de knoop parallel met de R0 te houden en zo door over de A12 te loodsen. Natuurlijk, onafhankelijk van het scenario, onafhankelijk van de configuratie van de verkeersverslaar, zal de F28 komende van het zuiden steeds de wissel maken ter hoogte van de A12-kruising. En ook zal de lokale verbinding tussen Treft en Stroombeek-Bever ook via onder andere een fietsverbinding, maar ook via de tunnel. Dus dat zijn twee aparte verbindingen voorzien worden. Als we nu naar het G2A-alternatief gaan kijken, dan zien we hier, waarbij dat we hier een grotere configuratie van de verkeerswisselaar zien, omwille van het feit dat we hiervoor kiezen in het A-alternatief om alle richtingen aan te sluiten. Wat wil hiermee zeggen? Dat het zowel mogelijk is om vanaf de doorgaande ring als de gescheiden ring, het parallelsysteem, aan te sluiten op Brussel. En eveneens in de andere richting ook. Dit zorgt voor zeer veel verbindingen, waardoor alle aansluitingen in alle richtingen mogelijk zijn op het parallelsysteem. En waardoor dat eigenlijk, omwille van het feit dat er zoveel verbindingen zijn, dat we het aansluitingscomplex 2 niet kunnen voorzien, zelfs niet met een kruispunt. Hierdoor hebben we eigenlijk een alternatieve ontsluitingsroute voorzien. En deze loopt inderdaad van het aansluitingscomplex 7A tot en met Treft. Hierdoor kan Procter & Gamble en heel die woonzones, et cetera, ontsloten worden nog via de R0 in plaats van het scheppen van deze aansluitingscomplex. Ook in dit alternatief is het nog altijd steeds mogelijk om de N277 door te koppelen naar de N276 langs beide kanten van de ring. Als we nu gaan kijken naar de drie verschillende alternatieven, of drie verschillende varianten van de wisselaar in alternatief 2, dan zien we de 2A dat een zeer grote en complex gegeven is omwille van die vele aansluitingen, waardoor dat bepaalde plandoelstellingen moeilijker of minder kwalitatief bereikbaar zullen zijn. Dit onder andere die landschapsverbinding, die zeer groot zal worden en ook nog in kader van het lengteprofiel of de niveaus die gekruist moeten worden, nader moet bekeken worden. Maar ook omwille van bijvoorbeeld een extra ontsluitingsweg, die dan bijvoorbeeld mogelijk potentiële recreatieve gebieden doorsnijdt. Als we naar één stapje een andere variant gaan, waarbij dat we eigenlijk alleen nog maar aansluiten vanuit Brussel op het stedelijke systeem, op de parallelstructuur, dus niet meer op de doorgaansstructuur, wordt deze knoop als zeer veel versimpeld. En als we dan nog één stapje verder gaan, dan komen we bij het B-alternatief, dat ook eigenlijk zoals het 1B-alternatief gebruik maakt van bepaalde verbindingen die eigenlijk in kruispunten komen te liggen, maar ook nog steeds een groot aantal verbindingen die ongelijkvloers zullen kruisen. Dit was eigenlijk in een notendop de verschillende configuraties van deze verschillende alternatieven en verkeerswisselaars. Ik ga even terug naar Marijn verwijzen om te kijken of er nog vragen zijn en dan zullen we deze maar al te graag beantwoorden. Ja, dankjewel Victor. We kunnen misschien de presentatie nog even
laten openstaan. Er zijn inderdaad heel wat vragen binnengekomen. Ik heb gezien dat we ook op een heel aantal vragen al hebben geantwoord natuurlijk, zoals we dat al heel de avond aan toe zijn. Ik zie dat we al een 110 vragen persoonlijk hebben beantwoord, dus dat is goed gewerkt, denk ik, van alle collega's. Ik heb een aantal puntjes genoteerd die we misschien toch nog wel even in de grote groep zo kunnen bespreken. Hè. Ik denk het afsluiten van afrit 8. Op in afrit 8 liever. Ik denk dat er daar heel wat vragen over zijn binnengekomen. Hè. We hebben het daarnet toegelicht, maar ik denk dat er vooral nog wat vragen zijn rond bijvoorbeeld hoe beslist is het al? Zijn er nog andere alternatieven mogelijk? Wat moet er eigenlijk allemaal nog gebeuren voordat we die beslissing definitief wordt of zo? Dus ik weet niet geleden of dat eerder iets voor u is om kort dat kader te schetsen. Ik kan daar wel even op inzoomen. Het is inderdaad zo, zoals Melissa had toegelicht, dat we zien dat daar tal van aansluitingscomplexen heel kort op elkaar liggen. Dus om die R0 Noord in die zone Wemmel verkeersveiliger te krijgen en dus ook die doorstroming te gaan verbeteren, moeten we daar een aantal ingrepen gaan uitvoeren, zodat we de lengtes waarover men kan invoegen en uitvoegen als men met de auto op de R0 wilt geraken of van de R0 weg wilt geraken, dat dat vlot en veilig kan gebeuren, omdat daar voldoende afstand tussen die op- en afrittencomplexen wordt voorzien. Het is inderdaad zo dat dat in elk alternatief nu is meegenomen. Dus in zekere zin is dat wat het ontwerpmatige betreft beslist, maar het is uiteraard zo dat ons groep nog niet definitief is goedgekeurd. Het zal pas een officiële beslissing zijn van zodra de Vlaamse regering de beslissing neemt om het groep goed te keuren. Maar het klopt inderdaad dat aangezien het in elk van de alternatieven op vandaag zit, ja, dat het echt wel mee is genomen als een uitgangspunt in de ontwerpen. Gewoon louter omwille van het feit dat we anders onze doelstelling van het verkeersveiliger maken van die R0 Noord niet gaan kunnen bereiken. Dank u wel, Helene. Dan misschien een vraag die we heel veel hebben zien terugkomen, die ook wel heel belangrijk is rond sluipverkeer. Hè. Dus heel veel mensen die zich eigenlijk de vraag stellen, ja, er is vandaag al veel sluipverkeer en die misschien schrikken we dat door het sluiten van op- en afrit 8 of door andere ingrepen die we gaan doen met werken aan de ring, dat er dan sluipverkeer zou bijkomen. Hè. Misschien eerst dat ik zelf toch nog kort kan toelichten. Hè. Sluipverkeer is eigenlijk verkeer dat van een origine naar een bestemming rijdt en dat eigenlijk niet doet volgens de meest hoogst gecategoriseerde wegen. Hè. Dus eigenlijk verkeer die gaat, wat we noemen sluipen, lokale wegen gebruiken omdat het daar bijvoorbeeld sneller gaat. Hè. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Zeker vandaag ook met apps zoals Waze, routeplanners, die u eigenlijk vaak bijvoorbeeld de ring afsturen om dan kort over de op- en afrit te rijden, omdat je dan 1 of 2 minuten wint, zijn allemaal zaken die ervoor zorgen dat het sluipverkeer eigenlijk toeneemt. En ik denk dat dat toch wel echt een van de doelstellingen is van het project. Hè. En ik denk dat we daar heel duidelijk moeten over zijn. Om dat sluipverkeer echt wel te gaan vermijden in de nabijgelegen dorpskernen. En ervoor te zorgen dat het verkeer dat eigenlijk op de ring thuis hoort, dat eigenlijk ook op die ring kan terechtkomen. Hè. We gaan dat eigenlijk doen door ervoor te zorgen, en daar hebben we al heel de avond toegericht, dat die ring, of dat het nu met de parallelstructuur is, of door de andere oplossing waarbij dat we op- en afritten gaan combineren of loskoppelen, dat we eigenlijk ervoor gaan zorgen dat die ring terug veiliger gaat zijn, leesbaarder, logischer, wat tot gevolg gaat hebben dat die ook veel veiliger zal zijn om op te rijden. En die veiligheid zal ervoor zorgen dat het alle incidenten, accidenten die vandaag die ring zodanig gaat typeren, dat die eigenlijk ook grotendeels voor de verleden tijd gaan zijn, waardoor je dus een vlottere ring gaat krijgen, waardoor het ook logischer wordt terug voor weggebruikers om die ring te nemen en om dus niet door de omliggende gemeenten sluipverkeer te gaan zijn. Ik weet niet of de mobiliteitsexperts daar nog aanvullingen op hebben. Ja. Specifiek misschien met betrekking tot de situatie rond de Limburg Stiriumlaan bijvoorbeeld. Het klopt inderdaad dat we enerzijds door het verhogen van die doorstroming en die veiligheid op de ring het verkeer van het onderliggend wegennet, dus de lokale straten, weghalen. En anderzijds onderzoeken we ook in een ontwikkelingsscenario of een onderzoeksscenario nog in het planbeleid, het milieueffectenrapport, een aantal maatregelen om dat onderliggend wegennet om ervoor te zorgen dat er minder oneigenlijk gebruik van gemaakt wordt. Nu, de uitkomst van zo'n milieueffectenrapport is dus eigenlijk ook: wat is het effect van die herinrichting van de R0
op het onderliggend wegennet. Is daar effectief een verschuiving van verkeer in de goede richting? Of is er misschien een verschuiving in de slechte richting? Komt er meer verkeer terecht op bepaalde straten? En als dat het geval is, zal dat milieueffectenrapport ook milderende maatregelen opleggen. Dus dan zal er vanuit dat rapport ook een aantal maatregelen naar voren geschoven worden die we moeten integreren in ons plan om die negatieve effecten te gaan wegwerken. Dus in eerste instantie willen we het sluipverkeer of het oneigenlijk gebruik van het onderliggend wegennet verminderen door de ring vlotter te maken. In tweede instantie gaan we dus al in een onderzoekscenario een aantal maatregelen meenemen op dat onderliggend wegennet. En in derde instantie zullen vanuit het milieueffectenrapport ook nog maatregelen naar voren geschoven worden om nog bijkomend te nemen. Ik denk dat dat... Ik weet niet of er daar nog iemand aanvullingen op heeft. Ik denk het niet. Nu, ik zie momenteel dat al eventjes kort toch vermelden. Hè. We zien momenteel denk ik dat er nog 35 vragen openstaan. Dus we doen ons best om die zoveel mogelijk te gaan beantwoorden. Maar het zijn veel vragen, jullie zijn ook met heel veel. Ik wil daarom ook een warme oproep doen om zeker als u na het zien van deze presentatie, als uw vraag bijvoorbeeld niet beantwoord is of u had graag nog eens extra een vraag gesteld, ja, dan kan u ook ons altijd bereiken op info@werkenaandering.be of gewoon via de website, daar is ook een invulformulier of via onze sociale media. En dan zorgen we er ook voor dat onze experts die vragen zeker nog gaan beantwoorden. Ik ga eens eventjes kijken, hè. Ook hier weer een vraag die toch een aantal keer terugkomt. Mensen die er misschien de vorige deelzone niet bij waren naar onteigeningen in de zone Wemmel-Geleen. Misschien nog eens heel kort dat antwoord dat je daarnet ook hebt gegeven herhalen voor de mensen die er enkel deze deelzone bij zijn. Ja, het is dus inderdaad zo dat met elk groot project er wellicht wel wat verwervingen, innames van percelen of delen van percelen in het vizier komen. Het zal ook het geval zijn voor de herinrichting van de R0 Noord, maar het is belangrijk om steeds indachtig te houden het moment waar we ons nu bevinden. We zijn nog volop in dat geïntegreerd planningsproces richting een vastgesteld groep. We zijn dus nog volop aan het onderzoeken wat het voorkeursalternatief zal worden, hoe dat er precies zal uitzien. En we werken daar ook op voort, op projectniveau, in de projectfase. Gaan we die ontwerpen gaan verfijnen, zodat heel duidelijk in het vizier komt waar percelen of delen van percelen moeten worden ingenomen. Uiteraard, van zodra dat we daar concreter zicht op krijgen, dan starten we die gesprekken op om in eerste instantie te streven naar een minnelijke verwerving, waarbij we samen bekijken welke prijs evenredig is met de waarde van het betrokken perceel. Dus we zullen daar te gepaste tijden de eigenaars van die betrokken percelen gaan contacteren om daar tot hopelijk een minnelijke regeling te komen. Maar daarover dus later zeker meer. Dank u wel, Helene. Ik was terwijl zelf ook al op een aantal vragen aan het beantwoorden. Hier is nog iemand die een vraag gesteld eigenlijk meer dan rond het op- en afritencomplex 9. Die eigenlijk zegt, ja, op basis waarvan hebben we eigenlijk beslist om de aantakking van Afrit Jetten te verplaatsen naar die dikke beukenlaan. Iemand die eigenlijk vraagt, wat zijn de argumenten die er zijn om dat eigenlijk op die manier te gaan aantakken. Misschien voor Victor? Ja. Die verplaatsing van het aansluitingscomplex dat op zijn huidige locatie aansluit op de N290 hebben we meer naar het westen moeten verschuiven omwille van de... verkeersveiligheid en de tussenafstanden tussen de verschillende aansluitingen op de ring. Dus omwille bepaalde configuraties of aansluitingscomplexen op- en afrittencomplexen, die hebben een bepaalde grootte. Die hebben een zekere omvang die nodig is om bijvoorbeeld het verkeer op een veilige manier aan en af de ring te krijgen. Ook is er tussen bijvoorbeeld twee op- en afritten een bepaalde zone nodig. Dat is de turbulentiezone. Dat is de zone waar dat er eigenlijk verkeer bijkomt of afgaat en waarbij het verkeer bepaalde rijstrookwissels moet doen om richting zijn bestemming te kunnen gaan. Deze zones, die tussen eigenlijk bijvoorbeeld twee op- en afritten liggen, een bivak bijvoorbeeld, die hebben bij een bepaalde snelheid en bij een bepaald aantal rijstroken een bepaalde lengte nodig. Deze lengtes die worden allemaal beschreven in verkeersveiligheidsrichtlijnen.
Die werden opgesteld vanuit het Europees, een Europees wetgeving, waarbij dat wij dan eigenlijk kijken hoe ver moet die om verkeersveilig te kunnen aansluiten van elkaar gelegen zijn. En hierdoor schuift het complex van aansluitingscomplex 9 eigenlijk meer op naar het westen, omdat we betrachten met de verkeersverslaar A12 al zoveel mogelijk te compacteren, waardoor dat we de ruimte tussen aansluitingscomplex 7A en de verkeersverslaar A12 zo optimaal mogelijk kunnen krijgen. En waardoor dat we het aansluitingscomplex 7A eigenlijk op zijn huidige locatie kunnen behouden. Maar dit resulteert er ook nog altijd steeds in dat het aansluitingscomplex 9 nog altijd voor meer ruimte nodig, of ja, meer naar het westen zal opgeschoven moeten worden omwille van die verkeersveiligheid. Omdat we gewoon de rijstrookwissels niet op een verkeersveilige manier zouden kunnen doen, waardoor er te korte inweefbewegingen zouden komen. En dan zijn we eigenlijk gewoon in bestaande toestand weer verkeersonveilige situaties aan het integreren in de ring. En ook ervoor aan het zorgen voor onveilige situaties, zoals het onveilige situaties, calamiteiten, waardoor er files ontstaan en dat we terug eigenlijk bij start staan. Dankjewel, Victor. Hier zijn nog een aantal vragen binnengekomen. Eén die toch wel interessant is. Ik denk dat we misschien de kaart kunnen laten openstaan. Mensen die zich afvragen, ja kijk, als we daar inderdaad de Limburg-Stierumlaan, de op- en afrit daarvan gaan afkoppelen, wat met het verkeer dat eigenlijk richting Brussel wil en eigenlijk de ring dus wil oversteken? Is dat iets dat we blijven toelaten? Op welke manier zal dat in de toekomst gebeuren? Melissa misschien? Of? Ja. In alle alternatieven wordt momenteel voorzien dat de Limburg-Stierumlaan gewoon open blijft voor alle verkeer. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat iedereen van Wemmel naar Brussel kan rijden via de Limburg-Stierumlaan, het openbaar vervoer kan doorrijden, het fietsverkeer kan doorrijden. Er wordt wel in het plan, maar ook nog in het dus milieueffectenrapport, ook nog onderzocht of het mogelijk is om daar toch ergens een knip te voorzien op die Limburg-Stierumlaan, om te voorkomen dat er te veel verkeer toch nog op die toch wel belangrijke leefbaarheidsas, zoals wij dat noemen, blijft rijden. Maar dat is eigenlijk een onderzoeksscenario en ligt nog niet vast in de alternatieven. Zoals daarnet ook al aangehaald, zal dat milieueffectenrapport dus wel alle maatregelen op het onderliggend, alle effecten op het onderliggend wegennet, dus op die lokale straten, in kaart brengen. En als blijkt dat er toch te veel negatieve effecten op die Limburg-Stierumlaan zitten, dus dat er te veel verkeer tussen Wemmel en Brussel rijdt, dan zullen daar toch maatregelen moeten genomen worden. Maar in eerste instantie is dat dus niet het geval. Dus het verkeer kan nog altijd doorrijden daar. Ja, dankjewel Melissa. Misschien ook nog aansluitend een vraagje voor jou van Hans uit Wemmel. Die zegt, ja, die eigenlijk een heel goede concrete vraag stelt over hoe hij in de toekomst zou moeten rijden als hij niet erin kan oprijden via de Limburg-Stierumlaan. Hij zegt, ik moet eigenlijk naar Merchtem. Als ik niet via de Limburg-Stierumlaan kan, op welke manier zal ik dat dan wel doen? Dus misschien kunnen we dat ook heel even kort duiden. Dus het aansluitingscomplex 9 is in bestaande toestand onvolledig. Dus er is eigenlijk geen oprit buitenring. Dat is enkel een afrit binnenring op de Dikke Beuklaan, een oprit binnenring vanaf de steenweg op Brussel naar de ring en een afrit buitenring, dus van de ring naar de steenweg op Brussel. We willen dus dat aansluitingscomplex vervolledigen, dus alle richtingen mogelijk maken. Dus die oprit buitenring zal ook mogelijk zijn in de toekomst. We kunnen dat eigenlijk niet organiseren door daar gewoon een beentje bij te tekenen ter hoogte van die bowling, want het clubhuis van de bowling is een beschermd monument. Dus dan blijven we garanderen en ook het Honkolof en zijn omgeving is ook beschermd, dus dat blijven we ook garanderen. Daarom hebben we ervoor gekozen om eigenlijk al die richtingen van dat aansluitingscomplex aan te sluiten op de Dikke Beuklaan. Dus de weg naar het UZ Brussel eigenlijk. Dus om vanuit Merchtem of Wemmel de ring te bereiken, kunnen jullie dus de steenweg op Brussel oprijden, vervolgens afstaan de Dikke Beuklaan, en dan daar kiezen om de binnen- of de buitenring op te rijden vanaf de Dikke Beuklaan. Ook in de omgekeerde richting vanaf de ring is het dus mogelijk om via die Dikke Beuklaan naar Wemmel en Merchtem te rijden. Dankjewel, Melissa. Ik ben eens aan het kijken welke vragen er nog bij zijn. De meeste, denk ik, hebben we stilletjes aan behandeld. Wat had ik hier nog opgeschreven? Ontijgingen hebben we gehad. Ah ja, het, uh,
Je was iemand die zich afvroeg, wat zijn de milderende maatregelen? Want we spreken er inderdaad over. Dat is een iets wat technische term misschien. Daarvoor ook onze excuses. Er zijn veel technische termen die voorbij komen. Maar het is natuurlijk ook een iets wat verdiepende sessie. Dus we proberen het ons een beetje te veroorloven om toch wel op een bepaalde manier de experten aan het woord te laten. Maar dus, Helene, misschien kort, wat zijn milderende maatregelen en hoe gaan we daar juist mee om? Ja, het is dus zo, we onderzoeken telkens wat de effecten zijn van de verschillende alternatieven en varianten. En waar we zien dat er eerder negatieve effecten worden gegenereerd, dat we die ten gevolge van die herinrichting van de RNO Noord binnen de alternatieven zien, dan stelt het PlanMER, het milieueffectenrapport en de deskundigen die de alternatieven en varianten onderzoeken, eigenlijk een aantal maatregelen voor om die negatieve effecten te gaan wegwerken, te gaan milderen. Het is zo, in het geïntegreerd planningsproces zoals we het vandaag doorlopen, is het eigenlijk voorzien dat we eigenlijk stelselmatig de bevindingen vanuit dat PlanMER op vlak van negatieve effecten, op vlak van die te milderen effecten, gaat meenemen om al zoveel mogelijk maatregelen preventief te gaan integreren in onze ontwerpen. Dat is wat we bijvoorbeeld ook hebben gedaan in de alternatieven, zoals ze in scoping nota 2 terug te vinden zijn en waarmee we dus het verdere traject zullen doorlopen. Daar zijn we ook al gaan kijken, wat stelt het PlanMER nu vast qua negatieve effecten? Welke maatregelen worden daar tegenovergesteld om die negatieve effecten te gaan wegwerken? En dat nemen we dus al mee, zodat we aan het einde van ons onderzoek ook zien, is er daar nog een resteffect waar er nog nood is aan bijkomende maatregelen om negatieve effecten te gaan milderen. Bovendien stopt het daar ook niet. Dus we gaan ook nog op projectniveau een projectmer gaan uitvoeren. Dus ook daar, als we heel concreet in het project duiken, gaan we onderzoeken welke negatieve effecten dat project met zich zou meebrengen. Om ook daar de nodige maatregelen te treffen om zoveel mogelijk die negatieve effecten die met zich meebrengt te gaan milderen, te gaan wegwerken. Denk maar bijvoorbeeld, om het heel concreet te maken, als we zien dat er ergens geluidsoverlast wordt gegenereerd of luchtvervuiling, dan stellen we daar maatregelen tegenover, nemen we die mee in de ontwerpen om die effecten zo minimaal mogelijk te krijgen. Dankjewel, Helene. Ik ben eens aan het kijken welke vragen we nog allemaal hebben openstaan. Ah ja, misschien een aantal vragen die nog kwamen over het MER en het onderzoek. En eigenlijk mensen die vragen, bijvoorbeeld Kevin die vraagt zich af, houdt het MER op de Limburg-Stierumlaan ook rekening met de doorstroming op bijvoorbeeld de Maalbeeklaan? Maar ook nog een aantal andere mensen, ik vind nu niet direct de vraag concreet terug, maar die eigenlijk vragen, ja, als we gaan kijken naar die effecten op bijvoorbeeld de Limburg-Stierumlaan of andere van onze wegen in ons projectgebied, hoe ver reikt dan eigenlijk de invloed als we in dat MER gaan kijken? Dus hoe ver bekijken we de mobiliteitseffecten eigenlijk, is misschien de samenvattende vraag. Is dat iets voor jou ook, Helene, of eerder voor Melissa? Nee, het is dus inderdaad zo, ik kan die wel even trachten te beantwoorden. Dus in het MER worden eigenlijk alle effecten meegenomen die die herinrichting van de RL Noord, die alternatieven, met zich mee zouden brengen. Dus er wordt gewerkt met verschillende schaalniveaus, om te kijken van tot waar reiken die effecten dan precies. Dus jullie mogen er wel ook van op afgaan dat als er ergens effecten worden veroorzaakt met de alternatieven, dat we die capteren binnen het MER, zodat we daar ook het nodige antwoord op kunnen bieden en die maatregelen tegenover kunnen stellen om die negatieve effecten te gaan milderen. Oké, dankjewel Helene. Ik zie nog een aantal vragen binnenkomen eigenlijk over de Dikke Beukenlaan. Mensen die zeggen, ja, kijk, dat is eigenlijk een 2x1 baan. We gaan daar verkeer op leggen. Hebben we dat wel goed hoe berekend en nagedacht om daar eigenlijk die Dikke Beukenlaan te gaan gebruiken. Ook iemand anders die zich afvraagt, vrezen we geen verzadiging van de steenweg op Brussel? Dus hoe hebben we dat bekeken? Misschien dat er daar iemand nog kort even toelichting over kan geven. Dus dat zijn inderdaad ook effecten die voortvloeien uit dat milieueffectrapport. Dus het milieueffectrapport lokaliseert verschuivingen van verkeer en geeft aan waar dat er een capaciteitsprobleem verwacht wordt of een leefbaarheidsprobleem zelfs. En dan worden daar maatregelen naar voren geschoven, zoals een herinrichting van een kruispunt. Kruispunten worden echt grondig moeten gaan aanpakken.
Of het verhogen van de capaciteit van een bepaalde weg, of net niet een bepaalde weg gaan met minder in capaciteit dan mogelijk zou zijn. Dus dat zijn dingen die inderdaad nog moeten voortvloeien uit het effectenrapport, en waar we dan zeker in de toekomst nog naar gaan kijken. Dankjewel, Marissa. Ik denk nog een aantal, of nog een algemeen antwoord dat ik misschien nog even kort kan geven. Hè. Ik zie heel veel mensen die zich afvragen van kijk, als jullie ingreep A gaan doen, dan zorgt dat voor effect B. En hebben jullie daar wel over nagedacht en kan die weg dat wel aan en dat soort zaken. Het is belangrijk, denk ik, om, zeker als het gaat bijvoorbeeld om het loskoppelen van op- en afrit 8 van de ring, om eigenlijk na te denken dat we die niet zomaar morgen gaan doen. Hè. Het is niet iets dat we vandaag bedenken en morgen gaan uitvoeren in een vacuüm, waarbij dat we eigenlijk al de rest laten zoals het is. Hè. En ik denk dat vaak ook de reflectie is die mensen zich maken. Hè. Dat is terecht, denk ik, dat ze dat op die manier bedenken. En namelijk, hè, je stelt je de huidige situatie voor, je bedenkt dan plots dat op en af het achter niet meer is, maar al de rest blijft in je hoofd misschien nog wel hetzelfde. Hè. Dus het is heel belangrijk om te duiden dat dit gaat over een herinrichtingsproject, hè, van heel het projectgebied, heel de ring Noord tussen E40 en E40. En dat die ring op het moment dat die op en afrit 8 daar eigenlijk losgekoppeld gaat worden, ook op een heel andere manier gaat functioneren. Hè. Dus dat we niet zomaar in een vacuüm daar één op en afrit afsluiten en al de rest gewoon zo laten. Maar dat we eigenlijk dat onderzoeken in een heel geïntegreerd plan. Hè. De ring zoals die er vandaag ligt, hebben we helemaal in het begin 2 uur geleden, 2,5 uur geleden ondertussen al gezegd, is er eigenlijk gekomen de eerste stukken in de jaren 50 voor de wereldtentoonstelling, een aantal stukken in de jaren 70 enzovoort. En zo is er eigenlijk gekomen dat die ring eigenlijk eigenlijk een modulair stukje per stukje is aangelegd, maar dat er nooit een hele integrale visie was over hoe we hier die ring kunnen gaan aanleggen. En die is er nu wel. En dat maakt dat het toch wel heel belangrijk is dat die ring in de toekomst, met alle voorstellen die we vandaag eigenlijk op tafel hebben liggen, dat dat deel uitmaakt van één duidelijk vanaf de grond op eigenlijk gebouwd plan, waarmee dat we eigenlijk alles in één keer kunnen aanleggen naar alle normen zoals dat die vandaag zijn voor hedendaagse autosnelweginfrastructuur. En dat is denk ik een hele belangrijke. Ik zie nog een aantal vraagjes binnenkomen van mensen die zich afvragen, kunnen we alles nog eens bekijken op de website? Dat is inderdaad de bedoeling dat we later, dus binnen een week of een week en een half, nog eens alles online zetten van zowel deze presentatie, misschien nog een samenvatting van de vragen en antwoorden die we hebben gegeven, maar de publieke raadpleging zoals die vandaag loopt voor wat we noemen scoping nota 2 staat inderdaad al volledig op onze website. Dus werkenaandering.be en dan doorklikken naar lees mee en dan op de documentenpagina staat daar al alles heel duidelijk van die scoping nota 2. Dat zijn natuurlijk lijvige documenten, dus die presentatie is natuurlijk iets interessanter. Dus ga zeker een kijkje nemen op de website ergens midden volgende week bijvoorbeeld. Schrijf je ook in op onze nieuwsbrief werkenaandering.be. En daar kan u zeker en vast ook alle documenten en deze presentatie raadplegen. Misschien een aantal keren heb ik nog in de vragen, en dan gaan we stiltjes dan afronden, parking C horen vallen. Ik weet niet of er daar nog iemand is die daar nog kort wat toelichting kan over geven, van de aansluiting bijvoorbeeld van de Romeinse Steenweg, parking C, hoe we dat nog concreet zien in de toekomst. Misschien tot slot, ik weet niet, Melissa misschien of Victor of... nee, Marissa, dus... Het aansluitingscomplex. De ontsluiting van het Heizelplateau en zijn omgeving wordt momenteel nog onderzocht in een ontsluitingsstudie van dat Heizelplateau. Dus daar zijn we momenteel nog op zoek naar een gewestoverschrijdende visie op dat aansluitingscomplex en op de ontsluiting van die hele omgeving. Dus momenteel ligt het tracé van de nieuwe verbindingsweg die is aangevraagd door NEO, dus tussen NEO en het aansluitingscomplex 7A. Op tafel om te gebruiken als openbare weg. Dat is een optie die momenteel in de alternatieven wordt meegenomen. Maar in die ontsluitingsstudie van het Heizelplateau wordt ook nog verder gekeken om andere connecties mogelijk te maken. Bijvoorbeeld eigenlijk het samenvoegen van aansluitingscomplex 8 en 7a. Dus door een connectie te voorzien vanaf die Hoebadde Stroperlaan naar aansluitingscomplex 7a. En ook nog andere alternatieven liggen op dit moment nog voor in dat onderzoek. Daar gaan binnenkort de doorrekeningen, dus de verkeersdoorrekeningen van
de verschillende alternatieven gebeuren. Maar zodra we daar de resultaten van hebben, gaan we dat opnieuw integreren in dit planproces. Er wordt dus geen aansluiting meer voorzien van parking C op de Romeinse steenweg zoals in bestaande toestand, maar er wordt gezocht naar nieuwe aansluitingen van dat aansluitingscomplex. Ik hoop dat dat voldoende antwoord is. Ja, dankjewel Marissa. Ik zag ook nog een aantal vraagjes passeren over de sneltram. De sneltram Willebroek-Brussel-Noord, die ook volop in voorbereiding is. We hebben hier vandaag niet de sneltram-expert meer rond de tafel zitten, maar ik denk sowieso neem eens een kijkje op werkenaandering.be/sneltram of stuur gerust een mailtje naar sneltram@werkenaandering.be moesten daar nog concrete vragen zijn. Ik zie nog een aantal vraagjes. Voilà, hoe betrekken we de gemeente Wemmel? Ik denk dat dat ook belangrijk is om mee te geven dat we sowieso de gemeente Wemmel, maar ook alle gemeenten, zowel aan de Vlaamse kant als aan de Brusselse kant, ja, heel nauw betrekken. We hebben helemaal in het begin van de toelichting ook gezegd dat we werken aan de ring hebben en dan werken aan de regio. Er zijn ook lokale ingrepen nodig op het lokale wegennet, waar we met de gemeentes nu al rond de tafel zitten om ook die te gaan bespreken. Ook om te zorgen dat alle concepten eigenlijk passen in de mobiliteitsplannen van de gemeentes. En omgekeerd. Misschien nog een laatste vraag. Iemand die zegt, als we de afrit 9 naar het westen opschuiven, gaat die dan niet te dicht bij de E40 liggen? We hebben inderdaad hebben we het vaak over het feit dat de op- en afritten op de ring te dicht bij elkaar liggen. Is er dan geen schrik dat die op- en afrit 9 dan weer te dicht bij de verkeerswisselaar in Groot-Bijgaarde terechtkomt? Ik zal de vraag nog eens herhalen voor mijn collega Victor, geen enkel probleem. Als we op en afrit 9 verschuiven richting Groot-Bijgaarde, komt die dan niet te dicht te liggen bij de verkeerswisselaar van Groot-Bijgaarde? Dat is een beetje de vraag, denk ik. Dus de vraag is eigenlijk om het drie aantal aansluitingscomplexen te behouden en deze op een verkeersveilige manier in te richten op de RNO? Ja. Ja. Zoals we het daarnet aangaven in de vorige vraagstelling in verband met waarom is het aansluitingscomplex 9 opgeschoven. Dit kwam omwille van het feit dat er een bepaalde tussenafstand nodig is om uw verkeer verkeersveilig af te wikkelen tussen twee aansluitingscomplexen. Dus stel dat we nog een derde zouden willen voorzien, dan zal deze eigenlijk nog moeten opschuiven. En dan zal, om het zo te zeggen, aansluitingscomplex 8 komen te liggen op de locatie die zoals we het nu hebben ontworpen op de hoogte van de Dikke Peukelaan. En dan zal aansluitingscomplex 9 ter hoogte van de tip in Laarbeekbos te komen liggen. Ja, ik denk dat we hier kunnen het concluderen van aangezien Laarbeekbos, daar zitten we daar met Natura 2000 gebied, ook moeten we daar ook nog een weg kunnen naar voorzien, naar het aansluitingscomplex richting het onderliggend wegennet. Dat we eigenlijk gewoon geen optie is om bijvoorbeeld drie aansluitingscomplexen rechtstreeks op de R0 aan te sluiten, omwille van het feit dat we dan gewoon uitkomen als derde aansluitingscomplex ter hoogte van Laarbeekbos, waar we eigenlijk geen nut of geen bediening noodzakelijk is om daar net een aansluitingscomplex te voorzien. Er is of er voldoende afstand is tot aansluitingscomplex 10 op de R9? Voor tussen 9 en 10. Tussen 9 en 10. In de ontworpen toestand, dat zoals we het hier voorzien, hebben we nu zeker en vast nog voldoende ruimte, zowel in het gemengde systeem als in het parallel systeem. Dus een alternatief 1 als een alternatief 2, voldoende ruimte tussen aansluitingscomplex 9 en 10 om deze verkeersveilig aan te sluiten. Dankjewel Victor en ook Melissa. Misschien nog een slotvraagje. Iemand die zich afvraagt of de documenten ook te raadplegen zijn in het Frans. Eva, misschien kan jij dat even kort beantwoorden nog? Volgende week maandag is er in de avond ook een raadpleging voor het publiek in het Frans. Wordt er een Franse sessie georganiseerd. Ja, en de documenten zelf van de scopingnota's, die staan ook allemaal in het Frans, zowel op onze website als op de website van het departement Omgeving. Dus inderdaad, misschien ook nog meegeven dat de brochure die we hebben verspreid, die u waarschijnlijk in de bus hebt gekregen, dat we die ook in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest hebben verspreid, in de twee talen. Dat die ook in de twee talen op onze website te vinden is. Dus ook daar weer werkenaandering.be. Doorklikken op lees mee en naar de documenten gaan.
Ik zie dat de vragenstilletjes aan het afronden zijn. Dus ik stel voor dat we zijn iets voorbij onze tijd gegaan. We zijn 2 uur en 40 minuten bezig. We kunnen er natuurlijk nog heel lang over doorgaan, want het is een enorm boeiend en een complex project. Maar ik zou denk ik iedereen willen oproepen om toch, als er nog verdere vragen zijn, om dan zeker contact met ons op te nemen. Dat kan via alle voormelde kanalen. Werkenaandering.be, maar ook onze Facebookpagina. Schrijf u zeker ook in op onze digitale nieuwsbrief. En dan krijgt u de laatste updates automatisch in uw mailbox. En als u inderdaad nog verder concrete vragen hebt over de zone Wemmel, de zone Jette, Groot-Bijgaarde, A12, dan kan u die altijd nog per mail overmaken. En dan zullen wij die ook aan onze experts voorleggen en nog van een passend antwoord voorzien. Ik zie een aantal mensen die ons bedanken, maar ik denk dat het vooral aan ons is om de mensen te bedanken om hier deze zonnige dinsdagavond met ons te spenderen en iets meer te weten te komen over dit project en ook vragen te stellen die we hebben kunnen beantwoorden hopelijk. Ik zie dat we meer dan 151 vragen persoonlijk hebben beantwoord. Dus dat is positief, denk ik. Het toont ook dat het leeft. Ik wil zeker iedereen hier aan tafel en die digitaal heeft meegedaan heel hard bedanken om erbij te zijn en om mee het project uit te leggen. Ik wil nog één keer terugverwijzen naar de voorbije jaren, waarin we heel vaak, ook in Wemmel, ook in Jette bijvoorbeeld, maar ook in alle andere assen zijn we ook al geweest. We zijn zelfs tot in Merchtem geweest, denk ik. Waarbij dat we heel veel fysieke infovergaderingen hebben gedaan, contactmomenten, huiskamergesprekken, allerlei zaken waarin dat we het heel belangrijk vinden om zoveel mogelijk aan communicatie en participatie te doen, maar ook echt de input daarvan mee te nemen. Ik denk waar we vandaag staan met het project, en dat is misschien een mooie slot om mee te gaan af te sluiten, is waar we vandaag staan, die verschillende alternatieven die we hier vandaag hebben toegelicht, zijn ook echt gekomen uit die inspraak. Dus toen we met het project zijn gestart als zijnde de werkvernootschap in 2017, was er alleen maar die parallelstructuur en eigenlijk op basis van alle inspraak die we hebben gehad, niet alleen van alle burgers die we hebben gezien tijdens infomomenten, maar ook alle digitale inspraak, alle actiecomités, alle middenveldsorganisaties, alle lokale besturen, alle bovenlokale besturen, alle actoren in het Brusselse hoofdstedelijk geweest, heeft er eigenlijk tot geleid dat we vandaag met een aantal alternatieven zitten die we eigenlijk dankzij die inspraak hebben kunnen capteren, die we nu objectief aan het onderzoeken zijn en eigenlijk zo snel mogelijk naar een gedragen en goed voorkeursalternatief willen om eigenlijk de hele regio, dus zowel Vlaanderen als het stukje Brussel rond de ring, terug vlot, veilig, leefbaar en multimodaal te maken. En daar gaan we uiteraard voor. Dus ik wil iedereen nogmaals bedanken voor hun aandacht. Er komen nog sessies over de andere zones. Als uw broer of uw zus of uw familie in een andere zone woont, dan bent u meer dan welkom. Dat is op werkenaandering.be/agenda. En dan zien we u graag dan of via een van onze vele andere contactmomenten. Bedankt iedereen hier. Bedankt ook om vandaag aanwezig te zijn. En graag tot de volgende.